Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wel kijkt naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Mirjam Reinders en ik verheug me echt ontzettend op dit gesprek. Ja, even leuk om te vertellen hoe wij elkaar hebben ontmoet. Ik had een 1-op-1 sessie geboekt bij Christianne Kok. Zij leert mensen hoe je helemaal rauw kunt eten en daar super lekker mee kunt koken, dat zelfs... Ja, mensen die heel erg gehecht zijn aan gekookt eten, of zelfs aan vlees en vis en dat soort dingen, toch, ja, hoe je die toch kunt winnen voor de rauwe keuken. Nou, en daar ontmoette ik Mirjam, ja, bijna op dezelfde dag geboren in hetzelfde jaar. Ook nog. Helemaal, ja, aangezet door de boeken van Eckhart Tolle volgens mij. Absoluut. Nou ja, heel erg de voorkeur voor hetzelfde eten en... Nou, dat is de reden dat we hier nu samen zitten. Dus welkom. Dankjewel. Vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Die zijn gratis en die blijven ook gratis. Maar je mag ze volop delen op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. En zo een financiële bijdrage doen. Echt ontzettend bedankt als je dat al hebt gedaan. Echt heel gaaf. En dan, ja, dan gaan we los. Nogmaals welkom. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Ja, jij hebt gedrags- en ontwikkelingspsychologie gestudeerd in Utrecht. Klopt. Toen ging je promoveren in Amsterdam. Mm-hmm. Maar het jaar voordat de kerst op de taart ging, heb jij gezegd, nee, dit past niet bij mij. Nee. Het is niet holistisch genoeg. Ik kan hier niet voldoende mijn eigen ei in kwijt. En iedereen heeft je voor gek verklaard, maar toen ben je ermee gestopt. Inderdaad, ja. En toen heb je helemaal zelf een model gebouwd waarmee je mensen nu helpt. Ja, dat is jouw levenshuis waar je alles in hebt gegoten. En op jouw website vond ik ook, dat wist ik natuurlijk niet, want dat vertel je niet direct als je elkaar ontmoet. Maar je hebt vroeger slaapproblemen gehad. Ja. En nog wel wat dingen wat je probeerde op te lossen met seks, drugs en rock'n'roll. Precies. Wat niet lukte. Helaas. En ja, vertel eens kort. Wat ben ik nu nog vergeten? Ja, eigenlijk vrij weinig. Behalve natuurlijk dat ik nu dus een eigen praktijk heb, inderdaad. Hè. Ik ben nu leefstijlcoach. Ik ben echt vanuit die wetenschap eigenlijk een beetje gedesillusioneerd teruggekomen. Het begon als een heel nobel verhaal van... wauw, ik mag bijdragen aan onderzoek in de psychologie. Wat mooi, daar kunnen mensen daar geholpen door worden. Daar was ik zelf natuurlijk enorm door getriggerd. Want ik had zelf dus ook die emotionele problemen, om het zo maar te zeggen. Ik last gehad van depressies, angsten en dergelijke. Dus het begon als een heel nobel verhaal, zeg maar. En echt het idee van wauw, hier ga ik echt een heel mooi stuk aan bijdragen. En toen ik eenmaal in de wetenschap zat, toen realiseerde ik me eigenlijk van... wow, er is een enorme tunnelvisie hier. Weet je, en natuurlijk aan de ene kant snap ik waarom. Hè? Je moet dingen meetbaar maken. Maar ik kwam er gewoon langzamerhand steeds meer achter dat om dingen meetbaar te maken, moet je een heleboel andere belangrijke factoren dus eigenlijk wegwerken. En hoe langer ik in die wetenschap zat, hè, zowel in de studie als uiteindelijk tijdens de promotie en daadwerkelijk het onderzoek doen, ja, hoe meer het me eigenlijk begon tegen te staan. En op een gegeven moment, ja, ging ik gewoon met tegenzin eigenlijk naar Amsterdam. En toen dacht ik, nee, dit is niet de bedoeling. En toen ben ik eigenlijk in eerste instantie zelf met een coach aan de slag gegaan. Van, goh, ja, wat is er nou aan de hand? Hoe kan ik hier nou een positieve draai nog aan geven? En toen kwam ik eigenlijk al snel achter, ja, dat gaat gewoon niet. Ik heb zo'n duidelijke visie opgebouwd in al die jaren aan zelf onderzoek doen eigenlijk op allerlei vlakken. Hè. En dan bedoel ik niet alleen wetenschap, maar gewoon allerlei boeken lezen, YouTube helemaal bingen, bij wijze van spreken, interviews luisteren op kanalen zoals die van jou. En ik kwam er gewoon steeds meer achter van ja, er is gewoon een holistische puzzel, om het zo maar te zeggen, met meerdere factoren. En dan zit ik hier in die wetenschap. Met het oogpunt op daadwerkelijk iets gaan bijdragen aan het welzijn van mensen. En dan zit ik me in te zoomen op één klein dingetje. En dan vergeet ik eigenlijk de rest. Ja, ik kon gewoon mijn bed op een gegeven moment niet meer uitkomen. En toen dacht ik, nou is het wel genoeg. En nou gaan we er zelf gewoon even wat aan doen. En toen heb ik de stoute schoenen aangetrokken. En toen dacht ik, nou ja, laat ik het dan maar gewoon de wereld ingooien. En zeggen, nou, ik heb ideeën. Wie wil die ideeën met mij bespreken, één op één in sessies? En toen ben ik dus mijn eigen praktijk begonnen, inderdaad. Ja. En hoe loopt dat? Dat loopt prima.
Ja, heel leuk om te doen. En ik vind het fascinerend dat, dat ik zoveel leer ook van mijn cliënten. Ja. Het is zo interessant om te zien hoe het brein werkt. Hoe je gedachten af en toe jezelf zo in de knel kunnen duwen, zeg maar. Ja, af en toe valt mijn mond ook echt open van wat mensen doen en zeggen en voelen. Maar ik merk ook gewoon vooral heel veel herkenning. Echt vanuit mijn eigen proces ook naar mijn cliënten toe. Maar ook als ik daar iets over deel, dat mijn cliënten ook echt zoiets hebben van, oh ja, inderdaad, ja, zo voelt het. En ja, dat soort gedachten, dat herken ik ook wel heel erg. En dat vind ik zo mooi, dat delen. Ja. Ja, ja. Hey, toen wij elkaar net ontmoetten, toen vroeg ik jou, wat is jouw favoriete boek? En dat vond je echt een moeilijke vraag. Ja. Toen ging ik een beetje doorvragen en toen had je toch eigenlijk een heel duidelijk antwoord. Ja. Ja. Vertel eens, wat is je favoriete boek? Ja, ik ben toen uitgekomen op het boek waarmee het allemaal begon, om het zo maar te zeggen. Want ja, ik lees zoveel boeken. Ik kan niet zeggen, er is één boek wat echt mijn favoriet is. Maar dit is wel het boek waardoor ik eigenlijk, nou ja, een soort van nieuwsgierigheidsvlammetje heb aangestoken. Of dat heeft het in mij aangestoken, laat ik het zo zeggen. En dat is Een Nieuwe Aarde van Eckhart Tolle. En ik weet dat jij heel erg fan bent van Eckhart Tolle. Het was gewoon, het was helemaal raak, zeg maar. Het was de eerste keer dat ik eigenlijk me heel erg bewust werd van het ego. Hij noemt dat dan het ego. Ik noem dat zelf vaak het hoofd of mijn hoofd of je hoofd. Maar er is zoveel gekwebbel in dat hoofd gaande. En voor ik dat boek las, ja, eigenlijk geloofde ik gewoon alles wat er in mijn hoofd opkwam. En ja, ik zag dat de mensen om me heen ook doen. Dus ik dacht, nou, dat zal dan ook wel horen. Weet je staat er dan niet bij stil. En door dat boek, ja, werd ik gewoon een soort in één keer in mijn bewustzijn geplaatst. Van, hey, maar wacht even. Je hoeft dat gekwebbel niet per se serieus te nemen. Nou, er ging een wereld voor me open, Janneke. Mijn mond viel ervan open, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, heel herkenbaar. Ja. Zo herkenbaar. Echt één op één herkenbaar. Ik luisterde vroeger ook naar die stem en ik handelde daarna. Nou, dus gewoon garantie voor ellende. Ja, ja, en gelukkig niet altijd natuurlijk. Hè, want anders zou het wel heel opvallend zijn dat we er misschien niet altijd naar zouden moeten luisteren. Maar vaker raak je er wel door in de problemen dan niet. Ja. 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 Hey, mooi. Jij hebt uiteindelijk je levenshuis gebouwd. Omdat jij na al die duizenden boeken en YouTube en noem het allemaal maar op, kwam jij iedere keer tot 6 belangrijke thema's waar eigenlijk, ja, ik noem dat altijd een stoel bijvoorbeeld met 6 poten. Mm-hmm. En daar zitten we allemaal op. Daar zit geluk op. Daar zit geluk op. En als één van die stoelpoten, daarom is die holistische aanpak ook zo belangrijk, als één van die stoelpoten niet lang genoeg is, dan staat de stoel scheef. Ja. En dan glijdt geluk daar de hele tijd vanaf. Klopt. Dus daarom is het ook zo belangrijk, ik noem dat altijd, ja, gezondheid op alle fronten. Daarom is het ook zo belangrijk om op al die fronten, en ik weet wel dat de coaches van vandaag de dag zeggen van, ja, wie alles wil, die zal niks hebben. Hè, en dat het heel... Ja, ik weet niet of ik het daar helemaal mee eens ben. Ik ben het daar ook niet mee eens. Nee. Ik ben het daar ook niet mee eens. Ik denk wel dat je mag streven naar gezondheid op alle fronten. Absoluut. En dat het ook haalbaar is. Absoluut. Ja, 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 precies. Zeker. Maar vertel over jouw levenshuis. Wat... Neem ons mee. Ja, eigenlijk is het een beetje hetzelfde als wat jij doet. Het is natuurlijk een metafoor om eigenlijk hetzelfde te zeggen als jij wil zeggen. Er zijn een aantal thema's in je leven gewoon heel erg belangrijk voor zeg maar het compleet maken van die puzzel. Hè, en of je dat nou geluk noemt of welzijn of gezondheid of iets in die richting, dat maakt eigenlijk helemaal niet uit. Hè, het streven is naar een soort evenwicht, een soort balans. Hè. Daarom heet mijn bedrijf ook Equilibrium, dat betekent ook evenwicht. En dat evenwicht, daarvan leerde ik van, nou ja, dat kan je vinden als je inderdaad werkt aan die 6 hoofdthema's. En op het moment dat inderdaad één van die thema's of meerdere van die thema's niet helemaal lekker gaan, ja, dan heeft dat dus ook enorm veel invloed op de andere thema's. Hè? Dus het is echt je kan het ook zien als een soort spinnenweb, hè, met allemaal lijnen aan elkaar verbonden. Nou, en ik noem het dan een huis, dat vind ik fijn, vind ik een mooie metafoor. Een huis met kamers. En al die kamers zijn onderdeel van hetzelfde huis. En jij bent dat huis. En op het moment dat er een kamer begint af te brokkelen,
Er komt schimmel ergens in een hoekje. Nou, dan denk je, nou oké, dat is niet helemaal lekker, maar laat ik mijn ogen dicht doen. Ik hou me er wel gewoon niet mee bezig. Dat kan dus uit de hand lopen, want die schimmel die verspreidt zich natuurlijk. En zo zit het in de volgende kamer, in de volgende kamer. Nou, en het is natuurlijk zo, op het moment dat er een aantal kamers in je huis gewoon niet helemaal functioneren, ja, dan is jouw fundament, hè, van hoe sterk sta je in het leven, hoe veerkrachtig ben je, ja, dat gaat gewoon achteruit. En dat is zonde. En dat betekent dat het belangrijke onderwerpen zijn om je gewoon af en toe eens mee bezig te houden. Nou, noem ze. Ja, nou ja, kijk, het allereerst wat ik eigenlijk altijd noem is slaap. Slaap is ook echt een onderwerp waar ik zelf heel veel problemen mee heb gehad en waarvan ik ook ongelooflijk merk van ja, dat is zo fundamenteel belangrijk voor eigenlijk, nou ja, alle andere thema's waar je het ook maar over kan hebben. Ja, dus direct eventjes, ik heb wel eens voor de grap gezegd, als ik een pistool op mijn hoofd krijg en nooit meer goed slapen of nooit meer goed eten. Oh ja, zeker slaap. Absoluut. Slaap, hè? Ja. Weet je, we kunnen op zich redelijk lang zonder eten. Hè, ons lichaam heeft daar echt een soort noodsysteem voor ingebouwd. Hè? Dan heet dat ketosis en dan kunnen we van alles en nog wat gaan verbranden om zeg maar het lang vol te houden. Maar met slaap is die hoe lang je het daarmee uithoudt zonder slaap, is veel korter. En dat betekent in mijn opzicht van nou, dat heeft dus meer prioriteit in eerste instantie dan een thema zoals voeding inderdaad. Ja, zeker. En het is hetzelfde als ademhalen. Kijk, als je niet meer kan ademhalen en je kan kiezen tussen ademhalen en iets drinken, nou, dan weet ik het ook wel. Dan ga ik liever voor adem. Want daar kan je het veel minder lang mee volhouden als het niet meer lukt. En zo is dat met slaap dus ook zo. Ja. Neem ons mee, want jij had slaapproblemen. Ja. Hoe heb je dat? Want ik heb de getallen niet helemaal paraat. Maar het is bizar hoeveel mensen slaapproblemen hebben. Ja, het is echt niet leuk. Ik merk het ook aan mezelf. Ik heb dan het geluk dat ik een dochter heb die supergoed slaapt. Oh, fijn. Ja, echt. Ja. Als dat een keer niet lukt, dan merk ik direct van wow, je zou dit maar vaker hebben. Mm-hmm. Of wow, je zou maar... Echt respect dan, want dan wordt het wel pittig allemaal. Ja, zeker. Ja, ik kan wel wat cijfers opnoemen en het zijn natuurlijk altijd inschattingen, hè, want niet heel Nederland is bijvoorbeeld ondervraagd. Maar het CBS, die heeft een indicatie gegeven van dat van de werkende populatie, dus de 18-plussers om het zo maar te zeggen, heeft ongeveer een kwart slaapproblemen. Nou, en van die kwart hebben dan weer de helft echt een slaapstoornis. En dat betekent dat je echt het hebt over chronische slapeloosheid. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dat betekent dat je ongeveer 3 dagen in de week slecht slaapt. En dat voor minstens 3 weken lang. Dat is dus best snel. Hè? Dus de meeste mensen realiseren het zich niet eens, maar die hebben gewoon chronische slapeloosheid, om het zo maar te zeggen. Het is echt een epidemie aan het worden. Ja, en dat is echt heel heftig. En de gevolgen van slecht slapen, ja, die zijn talloos, om het zo maar te zeggen. Ik geef ook trainingen en workshops zeg maar, over slaap. En ik richt me dan eigenlijk altijd op 5 pijlers. Allereerst heeft het natuurlijk een enorme knauw op je gezondheid. Hè, 's nachts tijdens je slaap, en voornamelijk tijdens de diepe slaap, hè, dus kwalitatief goede slaap hebben we het dan over. 'S nachts worden er allerlei reparatiewerkzaamheden uitgevoerd. Je hormonen worden eigenlijk weer in balans gebracht. Je lichaam komt tot rust. Hè. Je spieren herstellen zich. Als sporter is slaap natuurlijk echt gewoon de gouden standaard. Dat is heel belangrijk. Je organen, hè, dus je hormoonhuishouding. Alles, ja. Weefsels worden gerepareerd. Ik ga direct door je heen praten. Ik heb wel eens gelezen en ik zweer er ook bij dat vrouwen moeten tussen 8 en 10 echt wel naar bed. Mm-hmm. En dat voor een vrouw echt 100.000 keer belangrijker is dan voor een man. Hmm. Ja, dat is een leuk idee. Ben ik het niet helemaal mee eens. Het ligt wat genuanceerder dan dat. Slaap is natuurlijk voor iedereen belangrijk. Hè? Dus of je nou een man of een vrouw bent, dat maakt niet uit. Je hebt gewoon slaap nodig. Of dat per se betekent dat je tussen 8 en 10 naar bed moet. Dat ligt heel erg aan je chronotype. Hè, en je chronotype betekent, ben je een ochtendmens, ben je een avondmens of zit je daar een beetje tussenin en ben je gemiddeld? Kijk, op het moment dat jij een ochtendmens bent, dan ga jij van nature wat eerder wakker worden. En om de kans dan zo groot mogelijk te maken dat je lang genoeg in bed kan liggen, dan is het handig als je tussen 8 en 10, let op, voelt of het al tijd is om naar bed te gaan. Maar je kan niet zeggen, ik moet stipt om 8 uur naar bed. He, je moet dat echt aanvoelen aan je lichaam. En je lichaam geeft dat aan. He, die geeft signalen van, hey, ben je nou echt al slaperig aan het worden? He, en dat doet het onder andere door een aantal hormonen door je lichaam heen te sturen. He, we hebben het natuurlijk over melatonine. Dat is een hormoon wat veel mensen ook wel kennen. Adenosine is daar ook heel erg belangrijk in. He, en dat geeft je echt dat lome, dat slaperige gevoel.
voel. En op het moment dat dat omhoog komt, dan is het eigenlijk tijd om naar bed te gaan. En dat kan om 8 uur zijn de ene dag en dat kan de andere dag om 10 uur zijn, bij wijze van spreken. Meestal ligt het wat dichter bij elkaar, zeker als je een wat stabiele ritme hebt. Maar je kan niet op voorhand al zeggen van, ik ben een vrouw, dus moet ik per se tussen 8 en 10 naar bed. Nee, zo werkt het dus echt niet. Want avondmensen, ik heb een vriendin die is echt een nachtuil, om het zo maar te zeggen. Nou, die hoeft echt voor 11 uur niet op de bed te gaan liggen, want die valt gewoon voor 11:30 niet in slaap. En dan kan je wel om 8 uur op bed gaan liggen, maar dan doe je eigenlijk meer schade aan je slaap dan goed. Want je traint jezelf dan eigenlijk om te wennen aan wakker liggen. En dat creëert natuurlijk een associatie in je brein van elke keer dat je in bed gaat liggen, oh, nu gaan we dus wakker liggen. Ja, dat wil je natuurlijk ook niet. Hè, dus het lijkt misschien heel bevorderlijk, maar dat kan het niet altijd zo zijn. Nee, precies. Dus dat bed en dat kussen, dat moet je helemaal koppelen. Dat moet een Pavlov effect worden. Als ik die deur van die slaapkamer maar in doe, bij mij is dat echt, ik doe mijn oordoppen in. Mm-hmm. Mensen denken vaak dat ik geen verslavingen heb. Helaas, ik heb een verslaving, oordoppen. Ik zit ook wel eens te denken van, stel je voor ik ga meedoen aan Expeditie Robinson. Ja, hoe krijg ik dan mijn oordoppen op dat eiland? Mm-hmm. Maar oordoppen in is voor mij direct van, oké, ja, slapen, klaar, ja. Dag is voorbij. Precies. Maar je traint dus, maar even terug naar jezelf, want jij had slaapproblemen. Ja, ja. Ik kan me voorstellen dat je in het reguliere circuit van alles hebt geprobeerd om daarvan af te komen. Klopt. Hoe heb je dat opgelost? Nou, in eerste instantie ben ik natuurlijk naar de huisarts gegaan. Hè, van, nou, ik slaap gewoon bijna niet meer. En ik sliep ook echt bijna niet meer. Als ik 2 of 3 uur per nacht maakte, zeg maar, dan was het veel. Dus er was een enorme opbouw aan stress. En dat hing ook heel erg samen met de psychische klachten die ik toen had. Hè, de depressie en de angsten. Dat zorgt natuurlijk voor enorm veel spanning in je lichaam. Ik viel gewoon niet meer in slaap. Nou, en in eerste instantie krijg je dan dus slaappillen mee. Hè, van de huisarts. Gelukkig stuurde die me ook even door naar een therapeut. Dus er werd ook wel iets fundamenteels gedaan aan de depressie en de angsten. Maar goed, qua slapen, ja, het leek wel een beetje te werken. Maar na een week of 2 ging het eigenlijk weer voorbij, die werking. Hè? Dus het betekende eigenlijk dat het niet een echte haalbare oplossing was voor mij. Nou, en ik ben eigenlijk pas echt me bezig gaan houden met alternatieve methoden, zeg maar, behalve die slaappillen, toen ik op de Vrije Universiteit in Amsterdam kwam werken. Want mijn collega's deden daar onderzoek naar cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid. En dat betekent dat je echt ook aan de slag gaat, niet alleen zeg maar met het lichamelijke aspect van slapen, hè, dus die slaappillen, dat werkt daar heel erg op in. Maar je gaat dan ook heel erg aan de slag met bijvoorbeeld wat ik net zei, hè, van die gedragsmatige dingen, die koppelingen die je brein maakt, de gedachten die je hebt rondom slaap, hè, en hoe gedraag je je dan in de slaapkamer, maar ook overdag. Want dat is ook altijd de basis van alles wat ik mensen meegeef. Alles wat je overdag doet, heeft invloed op hoe je eigenlijk 's nachts in bed gaat liggen. En daar heb je controle over. Hè, misschien niet 100%, maar wel een heel groot deel. En op het moment dat jij in bed gaat liggen, ja, dan kan de schade eigenlijk al zijn gedaan. He, dus je moet je eigenlijk meer focussen op, goh, wat voor gewoontes heb ik eigenlijk overdag? En dan hebben we het ook inderdaad over die mooie kamers van het levenshuis, he, bijvoorbeeld voeding en dergelijke. En daar kan je dan weer mee gaan spelen. Nou, en dat ontdekte ik dus eigenlijk pas toen ik in Amsterdam kwam werken en toen ik met die cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid in aanraking kwam. Nou, dat vond ik wel interessant. Dus daar ben ik ingedoken. En daar zijn een aantal hele mooie lessen voor mij uitgekomen, om het zo maar te zeggen. Ja. Wil je die delen? Ja, zeker. Het grootste inzicht, zeg maar, wat ik daar vandaan haalde, was dat vooral het uurtje voordat je naar bed gaat en het uurtje net nadat je opstaat eigenlijk heel erg bepalend is voor hoe jouw nacht gaat zijn. Dus als jij bijvoorbeeld een uur voordat je naar bed gaat je nog helemaal druk gaat lopen maken, en let op, veel mensen doen dat onbewust, hè? Dus die gaan bijvoorbeeld nog zitten lezen, maar dan echt in een superspannend boek of zo, weet je wel. Of die gaan nog net eventjes die serie afkijken over de maffia en weet ik veel wat allemaal. En die denken dan, oh, ik ben lekker aan het ontspannen, ik ben een boek aan het lezen en ik ben lekker nog een beetje tv aan het kijken. Maar ondertussen creëert dat toch wel weer heel erg veel spanning in je lichaam. En dat kan dus net het verschil uitmaken tussen makkelijk in slaap vallen of gewoon echt wel een half uur tot een uur wakker liggen, weet je wel. Dus dat avondritueel, om het zo maar even te noemen, dat is ongelooflijk belangrijk. Nou, en daar kan je natuurlijk heel lang en kort over doen. Hoe simpeler, hoe beter, eigenlijk.
Dat is de hele kern van wat ik ontdekte. En daar hou ik wel van. Want hoe simpeler, hoe beter betekent, nou, dat is makkelijk om aan een ander te leren. En dat is ook makkelijk om zelf eens mee te experimenteren. En ook 's ochtends, hoe ziet jouw avondritueel er nu uit? Nou, mijn avondritueel allereerst begint met het allerbelangrijkste wat ik iedereen ook op het hart druk. Ik heb een wekker. He, als je een wekker gebruikt om 's ochtends wakker te worden, he, om jou te helpen herinneren aan dat je nu je bed uit mag, ja, waarom zou je er dan niet een zetten om je 's avonds ook te helpen herinneren aan, hey, het is tijd om lekker dat avondritueeltje te gaan beginnen. Nou, dus ik heb een wekker en die gaat om 8:30, want ik lig meestal uiterlijk 9:30 op bed, want ik ben dus zo'n ochtendmens inderdaad. En op dat moment zorg ik er ook echt voor dat ik zoveel mogelijk van die prikkels, hè, dus dingen die eigenlijk ervoor zorgen dat mijn brein weer geactiveerd wordt of mijn lichaam weer geactiveerd wordt, dat ik daar eigenlijk mee ga afbouwen. Dat betekent niet dat meteen alles uit moet en alles weggelegd moet worden, maar in elk geval ga ik dan afronden, zeg maar. En dat betekent de laatste appjes versturen, mijn internet uitzetten bijvoorbeeld, et cetera, dat soort dingen. En dan ga ik dus over op iets rustgevends. Ja. Slaap je stralingsarm? Ja. Ja. Ja, grappig. Ik hoor je internet uitzetten. Ja. Ja, wij doen dat ook. Dus het wifi gaat uit. De wifi gaat uit. Nog wat belangrijke schakelaars uit? Niet direct, zeg maar, omdat ik slaap boven en de meeste schakelaars zitten beneden. En ik slaap ook met mijn hoofd niet in de buurt van een stopcontact. Oh ja. Dus dat scheelt ook wel. En sowieso, de telefoons gaan natuurlijk niet mee de slaapkamer in. Hè? Dat is natuurlijk eigenlijk gouden regel nummer 1. Dus, en ook laptops, iPads, al dat soort gespuis, zeg maar. Dat moet allemaal ver uit de buurt van je, vooral natuurlijk je brein, maar ook echt je hart blijven. Want die, van je hart? Ja, ja, zeker. Van je hart? Ja, ja. Ik bedoel, je brein heeft niet alleen ontvangst. Je hart ontvangt natuurlijk ook van alles en nog wat. En al die straling, al die dingen die wij met ons oog niet kunnen zien, ja, die worden wel opgevangen door ons lichaam natuurlijk. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld slaapt met je telefoon naast je hoofd, hè, of naast je hart, iets te dichtbij, dat is ongeveer 1 meter of 2, ook al zet je hem op vliegtuigstand, dan nog kan het invloed hebben inderdaad op je hersengolven, maar ook zeker op de frequentie van je hart. Hè? Dus je hartritme, die kan daardoor verstoord raken. En dat komt voornamelijk omdat het GPS-signaal meestal niet geblokkeerd wordt door de vliegtuigstand, helaas. Dus die telefoons en al dat soort apparatuur, om het zo maar te zeggen, die kunnen ontvangen en uitzenden, die moeten gewoon echt ver uit de buurt van je slaapkamer. Ja, zeker. Ik zie dat jij een aura-ring heb ik. Ja, 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 klopt. Wat doe je daarmee? Nou, ik meet dus mijn slaap. En dat moet ik natuurlijk een beetje met aanhalingstekens zeggen, want het is een indicatie. Hè? Dus het maakt niet uit hoe goed je meetapparatuur is. Sommige mensen hebben zo'n Fitbit, zeg maar. Het kan nooit helemaal zo goed meten als wanneer je bijvoorbeeld in een slaapcentrum zou gaan slapen met zo'n mooie kap op je kop met allemaal van die zuignapjes. Maar het geeft een indicatie van, goh, wat gebeurt er nou tijdens zo'n nacht? En wat ik zelf heel interessant vindt eraan, natuurlijk meet het ook overdag van, nou ja, hoe actief ben je geweest, zeg maar, en het meet ook je hartslag af en toe in rust. Maar ik vind het vooral heel erg interessant om te zien van, oké, hoeveel beweeg ik in mijn slaap? Hè? En hoe laag wordt mijn hartslag tijdens mijn slaap? Want dat zijn toch wel indicaties van, goh, hoe goed is de kwaliteit van je slaap? Hè? Als je heel onrustig bent en je ligt de hele nacht te woelen, nou, dan weet je ook meteen, en dan zie ik dat ook vaak terug, van, nou, dan is mijn hartslag ook hoger geweest. En dan weet ik ook van, nou, de kwaliteit van mijn slaap was vannacht gewoon niet helemaal optimaal. Betekent niet dat het meteen een ramp is natuurlijk, maar dat betekent wel dat dat iets is waar ik net even wat meer rekening mee zou kunnen houden als ik keuzes maak over de rest van de dag. En ook zeker als ik keuzes maak voor het avondritueel van de avond die eraan komt. Want dan weet ik ook van, nou, laat ik dan nu even wat extra nadruk leggen op lekker iets rustgevends doen, weet je wel, iets waar ik me gewoon helemaal lekker... Is dat iets? Ja, dat kan van alles zijn. Lekker in bad gaan, weet je wel. Warmte vind ik zelf heel erg prettig. En dat is ook echt iets wat ook wetenschappelijk bewezen is. Hè? Als je jezelf warm houdt, warm krijgt eigenlijk ongeveer 1 uur voordat je gaat slapen, dan zorgt dat er ook voor dat jouw lichaamskern, hè, dat die wat meer kan afkoelen. Want de warmte gaat wat meer naar de buitenkant van je lichaam. En pas wanneer je lichaamskern genoeg afgekoeld is, dan ook kan je heel makkelijk in slaap vallen en is de kwaliteit van je slaap ook heel erg goed. Dus dat zijn wel dingen die ik zelf heel prettig vind en die dus ook wel helpend zijn
rustgevend iets lezen, maar dan echt gewoon iets leuks, fictie, niet te zwaar, niet te spannend, weet je wel. Misschien nog lekker even kletsen met iemand, een puzzeltje doen. Ik hou heel erg van puzzelen, vind ik ook altijd leuk. Iets heel relaxed eigenlijk, waarbij je brein eigenlijk bij wijze van spreken een soort uitgeschakeld kan zijn. Ja, die moet je niet meer heel erg activeren, om het zo maar te zeggen. Heeft dat voor jou ook het verschil gemaakt tussen iemand die heel slecht slaapt naar door een roosje? Nou, kijk, door een roosje, zo zou ik mezelf ook weer niet noemen. Okay. Omdat er natuurlijk altijd factoren zijn waar je geen controle op hebt. Hè, ik woon bijvoorbeeld midden in het stadscentrum en ik woon naast een kinderspeelpleintje. En soms hangen daar wel eens jongeren rond. Ja, en als ik dan niet op tijd mijn oordopjes in doe, omdat ik ze niet heb horen aankomen, ja, dan kan het wel eens zo zijn dat ik daardoor wakker word. Dus er zijn altijd wel factoren, hè, externe factoren heel vaak, die ervoor kunnen zorgen dat je slaap toch niet helemaal optimaal is. En je moet ook niet te veel nadruk leggen op, oh, doe ik het nou allemaal wel goed en ben ik nou eigenlijk mijn slaap wel goed aan het verzorgen? Want dan krijg je dus eigenlijk weer spanning om de slaap en je hebt wel ontspanning nodig om goed in slaap te kunnen vallen. Hè? Ja, ik slaap dingen altijd gewoon hartstikke plat. Maar ik zeg gewoon overdag lekker leven en doen wat je echt zelf wil. Mm-hmm. En wie dat doet, ja, dan ben je blij dat je 's avonds naar je bed mag en mm-hmm. dat je lekker mag slapen. Ja. Maar het zit hem vooral volgens mij in overdag echt leven. Dus wie ben jij echt? Wat wil jij echt? Wat wil jij echt doen? Wat wil jij echt zeggen? Zeker. En ik denk dat het heel veel pressure op een of andere manier geeft als je overdag op je tenen loopt, op mm-hmm. je woorden moet letten, allemaal klusjes moet oplossen voor de baas die je helemaal niet leuk vindt. Ja, dat echt funest is. Klopt, zeker. Dat creëert natuurlijk enorm veel stress. Hè? En we hebben het dan ook echt bijvoorbeeld over zingeving. Hè? En zingeving is natuurlijk een soort van een combinatie tussen heb je plezier in wat je doet, maar ben je ook echt iets aan het doen wat je echt belangrijk vindt. En op het moment dat je dingen doet die je belangrijk vindt, waar je plezier in hebt, ja, dan gaat alles makkelijker. Dan kom je heel makkelijk in flow. En ja, dan stroomt je energie beter, dan heb je minder stress, weet je wel. Dus dat is inderdaad een van de kamers van het levenshuis, om het zo maar te zeggen, die ook heel erg belangrijk is. En zo zie je ook maar weer hoe al die factoren met elkaar te maken hebben. Hè? Ja, zeker. Toch nog even terug naar dat slapen, want ik spreek wel eens mensen die dromen mm-hmm. en die ook echt vreselijke dingen dromen. Ah. Ik vind dat altijd lastig, want ik heb daar zelf niet zoveel ervaring mee. Als ik droom, dan roei ik altijd mijlenver voorop. Dus dat is altijd wel lekker. Heb jij daar ervaring mee? En wat is dromen eigenlijk? Kun je ons iets meer vertellen over dromen? We weten een heleboel over dromen, maar we weten ook nog een heleboel niet. Wat weet ik over dromen? Nou, allereerst is er een hele sterke link tussen stress en dromen. Dus op het moment dat jij overdag te veel stresst, en dan heb ik het niet echt over één klein stressmomentje, hè, maar dan heb ik het echt over chronische stress, grote stress. Dus intense periodes van stress. En hoe vat jij stress aan? Ik heb mijn definitie voor stress heb ik wel paraat. Wat, mm-hmm. wat is stress voor jou? Stress kan lichamelijk zijn en mentaal. En stress betekent eigenlijk dat er te veel of te lang spanning is. Hè, en dat kan dus spanning zijn op je lijf. Hè, bijvoorbeeld als jij een zittend beroep hebt en je beweegt helemaal niet, dan kan jouw lichaam heel gestrest worden. Want dan is er heel veel, zeg maar, dan zak je waarschijnlijk heel erg in en dan zit er continu wel ergens kramp in je lichaam. Hè, want je hebt natuurlijk beweging nodig om goed te kunnen ontspannen. En slapen overigens. Dus je kan lichamelijk kan je heel erg verkrampen, om het zo maar te zeggen. Maar mentaal kan dat natuurlijk ook gebeuren. Hè. Op het moment dat jouw gedachten stressvol worden, dan betekent dat ze te veel of te lang heel erg angstig zijn geweest. Hè. Stress is een vorm van angst. En stress ervaar je dus eigenlijk met je hele wezen, om het zo maar te zeggen. En dat slaat ook heel erg op je zenuwstelsel. Je zenuwstelsel is natuurlijk je brein, de zenuwbanen die in je lichaam lopen. En die zijn natuurlijk verbonden met je spieren en je organen. Dus op het moment dat één van de twee vlakken gestrest wordt, hè, hetzij je mentale gestel, hetzij je lichaam, dan heeft dat ook meteen een kettingreactie op het andere. Ja, dus het is gewoon spanning. Eigenlijk te veel spanning of te lang spanning. Ja, want een beetje kortdurige stress heb je nodig voor succes. Ja, ik zeg stress eigenlijk, ik hanteer de definitie van Eckhart Tolle. Mm-hmm. Dus stress is niets anders dan
Ik heb dit, maar ik wil eigenlijk dat hebben. Ja. Ik ben hier, maar ik wil eigenlijk daar zijn. Ja. Ik heb dit, maar ik wil eigenlijk dat hebben. Ik ben met deze mensen, maar ik wil eigenlijk met die mensen zijn. Precies. Dus je bent de hele tijd in het conflict met hoe het leven nu is. Je ja. zegt eigenlijk de hele tijd, en dat doe je onbewust. En iemand gaat niet, nou ja, sommige mensen bewust, maar ik denk dat het gros onbewust plaatsvindt. Je bent dus in conflict met hoe het leven nu is en je mm-hmm. zegt eigenlijk, ik weet het beter. Ik weet het beter, zoals het nu is. Het is niet goed, het klopt niet, het mag niet, het wil niet. Het, ja. het, dat is stress. Ja, en jouw zenuwstelsel ziet dat natuurlijk enorm als een probleem. Hè? En op het moment dat jouw zenuwstelsel registreert, er is hier een probleem, dan kikt jouw biologische overlevingsmechanisme aan. Want problemen in de natuur, en zeker vroeger, zeg maar, toen we daadwerkelijk nog in de natuur leefden, dat kon zomaar betekenen dat we opgegeten werden. Of dat we in een ravijn storten of iets in die richting. Ja, dus jouw overlevingsmechanisme in jouw zenuwstelsel, in je brein en in je lichaam, dat kikt daardoor aan. Ja. Dus het kikt aan, er wordt even wat cortisol je lijf in gepompt. Precies, ja. Wat je bijnieren doen. Ja. Absoluut. En dan op een gegeven moment, als dat te lang en te vaak en te veel gebruikt, dan raken die bijnieren uitgeput. Mm-hmm. Dan, en dan? Nou ja, en dan krijg je dus allerlei klachten. Hè, ik zeg altijd, stress beweegt zich eigenlijk in een soort cirkel. Tenminste, dat is de bedoeling. Hè, de bedoeling van stress is dat we ons kunnen inspannen. Hè, wat je al zei, van eigenlijk is dat wel handig. Maar dan is het gewone spanning. En op het moment dat dat omhoog gaat in de cirkel en daarna weer mee naar beneden kan komen, dan is er eigenlijk niks aan de hand. Hè. Dan kunnen we inspannen en dan kunnen we ook weer ontspannen. Op het moment dat er dus te weinig ontspanning komt, bijvoorbeeld omdat jouw brein inderdaad maar blijft zeuren over dit is zo, maar eigenlijk had het zo moeten zijn en dus hebben we continu een probleem, dan gaat die cirkel eigenlijk niet meer sluiten. En wat je dan krijgt is een spiraal. Hè, want dan krijg je wel die spanning omhoog, maar niet echt meer de kalmering, de ontspanning, de geruststelling die je zelf af en toe kan geven. Weet je wel van, joh, het is helemaal niet erg dat dat niet zo is. Hè, dus je verdwijnt eigenlijk uit het hier en nu. Dat is ook wat Eckhart Tolle heel erg benadrukt natuurlijk. En je gaat eigenlijk in je fantasie van allerlei doemscenario's lopen bedenken van, oh jee, dit gaat helemaal mis en het is een ramp. Nou, en dan krijg je dus een chronische staat van spanning. Nou, en dan kan je het wel voor je stellen, die spiraal die wordt hoger en hoger en hoger en hoger. En op een gegeven moment zit je aan het plafond. Nou, en dat kan bijvoorbeeld leiden tot burn-out. Hè, en dan bijvoorbeeld lichamelijke burn-out, dat je gewoon letterlijk niet meer kan bewegen. Dat is super eng en ongelooflijk naar. Gelukkig niet. Ik had de mentale variant, dus dat mijn brein gewoon uitschakelde en dat ik gewoon niet meer kon nadenken. Het werd gewoon helemaal blanco van binnen. Dat klinkt heel rustgevend, maar dat is het dan natuurlijk niet. Want het is in combinatie met al die spanning. Dus dat kan leiden tot allerlei ziektebeelden ook. Het kan leiden tot depressies, hè, wanneer het gewoon echt uit de klauwen loopt. Ja, dan is het einde zoek, om het zo maar te zeggen, als je daar geen gat in weet te slaan. Hoe heb jij dat gat erin weten te slaan? Nou, op een heleboel verschillende manieren dus. Dus door eigenlijk wat ik ontdekte elke keer te gaan proberen. Hè, dus al die kamers van het levenshuis, die onderwerpen gewoon aangaan. Gelukkig had ik ook een therapeut waar ik mee aan de slag kon. En ik ben eigenlijk gewoon gaan experimenteren met datgene wat mij aangereikt werd in de vorm van boeken en interviews en dergelijke. Nou, en zo kwam ik er dus achter dat die factoren in dat levenshuis, dat die gewoon voor mij ook heel erg belangrijk zijn. En je kan natuurlijk beginnen bij de basis. En de basis voor mij is toch ook echt wel voeding en beweging. Vertel. Ja, zeker. Ik ben op een gegeven moment ben ik door een vriendin getipt. Ik geloof dat het ruim 8 jaar geleden alweer is. Over een documentaire. En dat heette Fat, Sick and Nearly Dead. Ja, nou, ja. En toen dacht ik, god, dat klinkt interessant. Je moet je kijken. Ja, zeker. Toevallig gisteren nog over gehad. Ja. Maar vertel verder. Ja, dus die ben ik eigenlijk gaan kijken. Nou, en toen ben ik dus eigenlijk voor het eerst in aanraking gekomen met voedingswetenschap. Maar ook inderdaad de praktijk van, goh, je bezighouden met je voeding. Wat voor een invloed heeft dat eigenlijk op je cellen, op je organen, op je stressniveau ook. Nou, en toen ben ik dat konijnenhol ingedoken, om het zo maar te zeggen. Dus toen heb ik Fat, Sick and Nearly Dead 2 natuurlijk meteen erachteraan gekeken, want ik vond het allemaal best wel interessant. En daarna werd mij door Netflix gelukkig aangeraden om ook nog Forks Over Knives te kijken. Nou, en toen was ik helemaal om. Toen was ik eigenlijk zo onder de indruk
van het gevolg van wat je in je mond stopt op gewoon nou al direct je hartslag, je bloedkwaliteit, de kwaliteit van je organen, je hormonen, weet je wel, dat er gewoon voeding is wanneer jij dat eet, wat direct een stressreactie opwekt. He, waardoor direct je cortisol omhoog gaat, je adrenaline, je noradrenaline. Nou, dat is gewoon zo'n duidelijk signaal van je lichaam. Welke voeding is dat? Nou, dat is dierlijke voeding, he, voornamelijk. Heel vetrijke voeding ook. Ja. Bewerkte producten, weet je wel, junkfood noemen we het ook wel. Veel te zoute voeding. Voeding met te veel chemische toevoegingen, om het zo maar te zeggen. Ja, dat, daarvan geeft je lichaam dus heel duidelijk aan. En dat zag ik dus op die documentaires ook met echt onderzoek en bewijs. Je lichaam geeft gewoon aan, dat hoort hier niet. Dat moeten we niet doen. Weet je wel? Maar we zijn het zo gewend. Wist ik veel. Nou, weer zo'n mond openval moment, weet je wel. Van, hoe kan het nou dat ik dit nog nooit ergens heb gehoord? Nou, fascinerend vond ik het. En toen ben ik daar dus heel erg in gaan duiken. Want dat prikkelt natuurlijk enorm ook mijn nieuwsgierigheid. En het mooie is, het was voor mij op dat moment ook zoiets tastbaars om mee aan de slag te gaan. Want weet je, je psyche is heel complex. Het is net een ui. Allemaal laagjes, laagjes, laagjes. En dan heb je de ene gedachte aangepakt. En dan komt de volgende weer om de hoek. En dan is dat trauma opeens weer omhoog aan het komen. En dan heb je dat verwerkt. En dan komt de volgende weer aan. En dat is een enorm langdurig proces. Maar wat jij in je mond stopt, wie beslist dat? Jij. Ik dacht, nou, dat is makkelijk. Dat is een hele snelle quick fix. En natuurlijk is het niet zo makkelijk als het klinkt. Hè? Want om daadwerkelijk een gebalanceerd dieet dan weer uit te dokteren, wat zo ver afstaat van je huidige dieet, dat is ook wel even werk. Maar het principe is heel simpel. Ik kon gewoon op dat moment, en dat heb ik ook gedaan, beslissen, wil ik dit nou mezelf aan blijven doen, ja of nee? En alles in mij schreeuwde gewoon nee, natuurlijk niet. Als je dat weet, als je daar bewust van bent geworden, waarom zou je dat dan nog blijven doen? Nou ja, en er zat voor jou natuurlijk voldoende pijn aan gekoppeld. Absoluut. Ik had ook pijn. En als je pijn hebt, dan ben je echt best wel intrinsiek gemotiveerd. Zeker. Om te veranderen. Ja. En veranderen kost ook pijn. Maar dat doet vaak, als ik even voor ons spreek, waarschijnlijk heeft dat veranderen net iets minder pijn gedaan dan de pijn van niet veranderen. Ja. En doorgaan met die oude gewoontes. Ja. Dus, maar volgens mij eet je niet alleen maar helemaal veganistisch, mm-hmm. Je eet ook nog voornamelijk rauw. Ja, klopt, inderdaad. Ja, de afgelopen 8 jaar ben ik eigenlijk steeds meer gaan lezen en leren over inderdaad die voeding, plantaardige voeding, wat het allemaal doet. En hoe meer ik las eigenlijk, hoe meer ik in aanraking kwam met het positieve effect inderdaad van rauwe voeding. En op een gegeven moment, ongeveer 1,5 jaar geleden, toen klikte er opeens zoiets in mij. Dat heb ik wel af en toe, zeg maar, zo'n moment dat alles opeens in elkaar, dat die puzzel eigenlijk een soort helder wordt. En toen dacht ik, als ik nou gedropt word in de natuur, en ik ga er even vanuit dat ik het overleef, om het zo maar te zeggen, hoe zou ik dan in godsnaam granen eten? Hoe zou ik dan in godsnaam peulvruchten naar binnen kunnen werken? Want die kan ik dan niet koken. En eigenlijk had ik zoiets van, ja, dit is dus eigenlijk niet zo natuurlijk. Waarom ga ik niet gewoon eens proberen hoe het voelt? Want daar gaat het natuurlijk om, je moet het wel proberen. Waarom ga ik niet gewoon eens proberen hoe het voelt om helemaal rauw te eten? Nou, beviel me eigenlijk wel. Ja. Waarom? Ik doe dat ook, hè. Ik denk dat ik iets meer gekookt eet nog dan dat jij doet. Ik eet wel gekookte dingen. Denk aan kikkererwten, zoete aardappel. Als iemand anders iets voor mij kookt, dan smul ik dat ook lekker op. Omdat ik het idee heb dat, ja, voor mij werkt dat gewoon heel goed. Dus mijn overdag vooral heel veel fruit, groene smoothies. Mm-hmm. En 's avonds dan het liefst de win-win-salade. Maar af en toe wat gekookte dingen, ja, ik heb er geen last van volgens mij. Nee, en dat doe ik ook hoor. Ik bedoel, het is echt niet zo dat ik denk van, oh, je moet tot het gaatje 100% rauw, want anders doe je het helemaal verkeerd. Ik eet ook af en toe wel eens een zoete aardappel en ik experimenteer ook wel eens met havermout of quinoa. Maar ik luister daarin gewoon heel erg naar mijn lichaam. En op het moment dat mijn lichaam inderdaad aangeeft, hè, soms via een gedachte van, oeh, zoete aardappel, dan weet ik, nou, dat komt ergens vandaan. Laat ik daar maar aan toegeven. En dan eet ik zoete aardappel. En soms kom ik er dan na 2 happen achter, nou, nee, toch niet. Prima.
weet je wel, dan schuiven we die gewoon aan de kant. En soms kom ik er na 2 happen achter, oh, hier zat ik zo op te wachten. En weet je wat het is? Je lichaam is zo bizar intelligent, dat kunnen wij helemaal niet bevatten. Dus als ik dan mezelf allerlei kritische vragen zou gaan stellen van, ja, maar waarom, als je zoete aardappel goed voor je zou zijn, dan zou het toch altijd goed voor je moeten zijn? En waarom dan nu wel en nu niet? Ik heb daar geen antwoord op, Janneke. Het enige wat ik kan zeggen is dat mijn lichaam het waarschijnlijk beter weet dan mijn hoofd in elk geval aandenkt te geven. He, want dan krijg je ook wel weer een beetje dat ego-praat en er zit vaak ook wel angst achter. Dus ik volg gewoon graag mijn gevoel daarin. En dat betekent dat er in de zomer meestal maanden aan voorbij gaan waarin ik niet eens droom over een zoete aardappel. Want dan heb ik gewoon heerlijk zin in meloen en allerlei frisse zoete vruchten. Ik eet ook voornamelijk fruit. Dat is echt het grootste deel van mijn dieet. En daarbij vul ik gewoon aan met die dingen waar ik trek in heb. Ja, ja, maar ik doe dat ook. Hè? Ik eet ook helemaal intuïtief. Maar is dat niet een beetje makkelijk lullen? Ik zit eventjes met, ik heb het idee dat intuïtief eten, dat wordt pas interessant als je best wel schoon bent. Als je je meeste wondjes wel, dat geen wondjes meer zijn, maar mooie littekens. Want als jij nog een Godverdorie, moet ik dat nou netjes zeggen? Maar als je nog best wel veel onverwerkte shit hebt, wat je niet hebt aangekeken, waar je niet, dan is voeding zo, en dat wordt ons al zo jong geleerd, is zo'n makkelijk middel om mee te verdoven. Het is echt een genotsmiddel. Zeker, ja. Je plezier intensiveren we ermee, pijn onderdrukken we ermee. Dus intuïtief eten, ja, ja, maar ik denk dat het, als je daar nog, als je, dat het in het begin heel handig kan zijn om kaders te hebben. Dat ligt er een beetje aan, denk ik. Ik denk dat kaders sowieso nodig zijn. He, maakt niet uit wat je gaat doen, he, of je nou altijd hetzelfde blijft doen of wil veranderen. Kaders zijn nodig, want er zijn zoveel mogelijkheden voor alles, he, op het gebied van voeding en allerlei keuzes. Als je geen kaders zou hebben, dan zou je continu overbelast raken van de keuzestress, denk ik. Dus, die vrijheid, dat geeft gewoon een gevangenis, daar word je helemaal gek van. Absoluut. Ik denk dat dat echt vandaag de dag misschien wel een van de grootste uitdaging is waar we mee te maken hebben. Ja. Al die vreselijk veel verschillende keuzes. Zeker, zeker. Ja, het is heel stressvol. Of het kan heel stressvol zijn, laat ik het zo zeggen. Helemaal als je probeert goed te doen. Absoluut, absoluut. Want ja, wie bepaalt wat goed is? En hoe weet je dat dan? En wat is dan je meting, zeg maar? Waar kan je dat mee bewijzen dat het nou goed is en niet goed is? En je hoofd zegt dit en de andere zegt dat en die zegt weer wat. Het is heel stressvol inderdaad als je elke keer maar zoekt naar een soort van gouden standaard, om het zo maar te zeggen. En aan de andere kant zit het toch ook wel weer in je. Word jij soms ook helemaal scheidziek van al die tegenstrijdige berichten over wat nou gezonde voeding is? En ben je geneigd om dan maar voor de strategie te kiezen van alles maar een beetje en alles waar te voor staat, dat zal dan wel niet goed zijn? Maar wil je antwoord op de vraag hoe het überhaupt kan dat iedereen zoveel constant andere dingen zegt? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. En gezond eten wordt ineens simpel, lekker en leuk. He, dus wat ik net eigenlijk al zei over dat lichaam wat eigenlijk aan jou aangeeft dat het trek ergens in heeft bijvoorbeeld. Of dat het heel goed vaart op zoete aardappel en al dat soort producten. Dat is denk ik de feedback waar we echt bij stil moeten staan. Want Jantje kan dit zeggen en Pietje kan dat zeggen, maar Jantje en Pietje hebben niet jouw lichaam en hebben niet jouw leven en jouw doelen bijvoorbeeld. Nou ja, en niet jouw imprint. Absoluut, ja. Dus ja. Dus ja, ja, nee ja. Dus als we, goh, dit wordt een lastige, nee, ik ga hem ook niet stellen. Ik wou zeggen, als we een percentage moeten doen van voelen, ja, ik denk uiteindelijk toch 100% voelen, nee. Lastig. Ik denk dat het een combinatie is van voelen en goed gebruik maken van je brein. Hè, want in jouw brein zitten de ervaringen die jij tot nu toe hebt gehad. En natuurlijk in het verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst. Dat is echt een waarheid als een koe. Hè, dus je moet nooit ervan uitgaan dat als iets vorige week of vorig jaar of 10 jaar geleden wel werkte, dat het dan nu ook moet werken. Absoluut niet. Maar het geeft wel een indicatie. En die indicatie, dat zou een van die kaders kunnen zijn inderdaad. Bijvoorbeeld, ik heb een heel duidelijk kader. Ik eet geen dierlijke producten. En dat betekent zeg maar dat kader eigenlijk nauw genoeg is om mij in een bepaalde richting te sturen, maar het is ook breed genoeg
om daarbinnen gewoon lekker flexibel te zijn. En ik denk dat dat vooral heel erg belangrijk is. En dat is voor iedereen ook weer individueel. He, van wat voor kaders vind jij prettig? En de ene persoon floreert bij iets strakkere kaders. En de ander vindt het juist weer fijn om iets wat mildere kaders te hebben, om het zo maar te zeggen. Maar natuurlijk, je moet een bepaalde richting opgaan. Want anders dobber je maar gewoon een beetje doelloos rond. Ja. Nou ja, maar wat jij zo straks zei. Als jij te kampen hebt met stress... problemen. Mm-hmm. En jij weet niet dat iedere keer als jij een hapje dierlijk product of een hapje junkfood neemt en dat dan je cortisol direct stijgt, ja, dan kan je met de beste bedoelingen jezelf in slaap proberen te krijgen met kwark of met eieren of met een maaltijd met zalm erin. Ja. Ik zeg wel eens, je kunt hele goede intenties hebben, maar als je naar het westen loopt en je wil de zon op zien komen, het gaat je niet lukken. Nee, precies. Dus dat is hetzelfde, helemaal plantaardig eten. Het maakt dingen zoveel makkelijker. Mm-hmm. En ik had ook echt het idee, toen ik helemaal plantaardig ging eten, laag in vet, hoog in fruit, dat ik heb menen waar te nemen dat ik echt ben gezakt, dat mijn cortisol echt is gedaald. Mm-hmm. Dat ik echt veel meer basisontspanning. Ja, absoluut. En ik vond dat ik kreeg nog meer ontspanning, omdat ik dus dat kader van nooit meer dierlijk, altijd plantaardig, mm-hmm. dat gaf mij ook heel veel rust. Mm-hmm. Want heel veel mensen denken dan, oh, dan mag je niks. Terwijl in de supermarkt wordt het zo helder, hè, er zijn 10 opties, maar 8 vallen al af. Ja. Want ja, die voldoen niet aan de eisen. Absoluut. Dus er zijn duizenden restaurants, maar ja, er zijn maar 5 die dezelfde normen en waarden hebben als dat jij hebt. Ja. Zo makkelijk. Ja, inderdaad. Ik vind het echt vrijheid, ik vind het echt een verrijking. Maar daar ligt wel iets heel belangrijks achter, Janneke, want jij hebt ervoor gekozen. Ja. En op het moment dat je het wil, hè, dan voelt het als vrijheid. Want jij kiest ervoor. Het is een bewuste keuze, je doet dat vanuit bepaalde overtuigingen die jij hebt gekregen. Ja. En vervolgens peil je dan ook van, oké, krijg ik het terug van mijn lichaam? Dus dan krijg je nog meer positieve feedback. Dus daar zit een hele positieve feedback loop aan. Hè? Jouw gedachten zijn in lijn met je gedrag. Maar op het moment dat iemand dat niet wil en ernaar gaat kijken, dan voelt dat meer als, oh, als ik dat zou moeten, ja, dan kan ik me voorstellen dat zij dan zoiets hebben van, ja, nou, dat lijkt me helemaal niet prettig, weet je wel. Natuurlijk, iets moeten is nooit prettig. Nee. Daar moet je ook niet naar streven. Nee, vreselijk. Als mensen ook die woorden gebruiken. Ja. Heel vaak, ik moet dit of ik mag niet dat. Ik vraag dan altijd, van wie? Van wie? Precies. Van wie? Ja. Dat is altijd interessant. Maar wij kwamen hierop, ik hou ons even bij de les, mm-hmm. over wat zijn dromen. En dat weten we eigenlijk niet. Maar dromen, negatieve dromen, zijn dus gekoppeld aan stress overdag. Ja, zo kwamen we hierop. Precies. Kun je dat nog afmaken? Wat zijn dromen? Waarom dromen mensen soms zo vreselijk? Ja. Nou ja, hoe naarder je droomt, zeg maar, dan in eerste instantie ga ik ervan uit dat je inderdaad heel erg veel adrenaline in je lichaam hebt zitten. Vooral adrenaline. Er is veel onderzoek geweest naar mensen met PTSS, posttraumatische stressstoornis. Dus bijvoorbeeld soldaten die terugkomen uit een oorlogssituatie. Die hebben heel vaak hele heftige, nare, levendige dromen. Nou, en bij metingen kwamen ze er dus achter dat de adrenaline, vooral de noradrenaline, daar heel hoog bij was. En op het moment dat ze medicatie kregen om dat te onderdrukken, dan verdwenen de dromen. Dus vandaar dat we denken, vermoeden dat dat een 1-op-1 link is. Vervolgens is het natuurlijk ook wel belangrijk om te kijken naar waar droom je nou over. Hè? Maar ik ga direct, sorry dat ik je in de reden val. Mm-hmm. Ik heb mensen in de praktijk ook die dromen over dingen. Bijvoorbeeld een meisje. Ze heeft nog nooit een seksuele ervaring gehad. Maar ze droomt constant over dat ze verkracht wordt. Mm-hmm. Is dat dan een vorig leven? Wat, hoe kan dat nou? Of heb je dan te veel films gekeken? Wat ik me ook niet kan voorstellen dat dat zo is. Nee. Volgens mij was dit iemand die, net als ik, hoe heette dat ook alweer? Die de vader een merel was. Oh, nou, dat vonden wij al eng vroeger. Oké. Okay. Oh, zo'n kindertekenfilm. Ja. Dat vonden wij al eng, dus daar keken we al niet naar. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat het komt door te veel films kijken of wat dan ook. Wat is dat toch? Nou, er zijn meerdere verklaringen hiervoor. En de wetenschappelijke verklaring voor dromen is eigenlijk heel erg biologisch gebaseerd.
Dus dan gaan we er heel erg uit van het feit dat je brein jou heel erg aanstuurt. En wat de verklaring dan is vanuit de wetenschap, hè, dus datgene wat we kunnen meten aan impulsen in het brein, lijkt het zo te zijn dat tijdens de remslaap, hè, dat is de rapid eye movement slaap, daarin gaan je ogen heel snel heen en weer, dan is je brein vrij actief. Nou, en ze hebben dus gemeten van ja, eigenlijk is je brein gewoon een beetje random maar aan het vuren. Tenminste, dat lijkt zo. Hè, dus dan ligt hier weer wat op, dan daar weer en dan daar weer. Nou, de verklaring die men daaraan heeft gegeven is dus dat ze vermoeden dat omdat je brein gewoon willekeurig aan het vuren is, dat er dus inderdaad willekeurige gedachten, herinneringen, ervaringen, et cetera, aan elkaar worden gekoppeld in zo'n droom. En dat je dat dan als een soort van ja, filmscherm, zeg maar, in de bioscoop, dat je dat dan te zien krijgt. Ja, maar ik weet ook dat jij ziet ons brein volgens mij meer als een radiostation. Juist, ja. Dat is een ontvanger. Het is geen generator. Precies, precies. Nou, en dan hebben we het meer over een wat meer spirituele verklaring, om het zomaar even samen te vatten. Ik ben er echt van overtuigd inderdaad dat ons lichaam eigenlijk een soort van radio, hè, dat je het kan zien als een soort radio, en dat wij een soort zendmastje hebben, en dat zit dan wel ergens hier aan de bovenkant. Sommige mensen noemen dat chakra's, hè, zo kan je het ook zien. En daarmee ontvangen we eigenlijk ons bewustzijn. En dat bewustzijn, hè, dat is echt dat deel wat observeert, dat deel waar Eckhart Tolle het ook heel mooi over heeft, hè, van het echte ik, hè, dat is echt wie je werkelijk bent van binnen. Nou, en ik heb het idee, het vermoeden, het gevoel, moet ik zeggen, dat de zendmast, zeg maar, dat het universum is, of de bron, of God, of hoe je dat dan ook wil noemen. Nou, of dat klopt, dat weet ik niet, maar ik vind het gewoon wel een mooi idee. Maar stel dat je uitgaat van dat zo is, inderdaad, dan zou dat betekenen dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt dat je brein zo aan het vuren is, maar dat in elk geval niet de bron is van waar de droom vandaan komt. Dat betekent dat waar de droom vandaan komt, dat een andere verklaring heeft. Nou, en ik heb mij wel eens laten vertellen, en ik vind dat een hele plausibele verklaring, dat je tijdens je dromen eigenlijk je lichaam een beetje loslaat. Hè? En met je bedoel ik dan echt je bewustzijn. Dus datgene wat uitgezonden wordt en wat ontvangen wordt door het lichaam, dat kan dan eigenlijk los van het lichaam gaan reizen. En aangezien je in je bewustzijn bij wijze van spreken door de tijd kan reizen, hè, want wij kunnen ons gewoon voorstellen dat we weer 6 jaar zijn. Nou, dan zijn we eigenlijk technisch gezien door de tijd aan het reizen. We kunnen ons voorstellen dat we 100 jaar oud zijn en dat we ergens op de Himalaya zitten, voor mijn part. Nou ja, die vrijheid, hè, van het gebruik maken van je bewustzijn, dat wordt dan een soort mogelijk gemaakt tijdens de slaap. Omdat je lichaam dan echt in ruststand is. En dan kan je bewustzijn dus eigenlijk van alles en nog wat gaan meemaken. En we noemen dat dan het astraal lichaam. Hè? Dus dat is een van de lagen van jouw bewustzijn. En die is dan eigenlijk allerlei avonturen aan het beleven, om het zo maar te zeggen. En waarom droomt de een dan heel leuk en plezierig en de ander zo vreselijk? Nou ja, dat heeft natuurlijk wel heel veel te maken met waar jij je voornamelijk op focust. Hè? Want jouw bewustzijn, dat heeft natuurlijk een heleboel ervaringen opgedaan in deze wereld. En de manier waarop jij kiest om daarnaar te kijken, hè, dat zegt heel veel over wat jij daadwerkelijk op je netvlies te zien krijgt. Want je kan je voorstellen, even heel kort door de bocht, hè? Als jij naar links kijkt, kan jij niet zien wat er rechts van je gebeurt. Hè? Dus stel dat links de afdeling niet zulke positieve gedachten en ervaringen is, en jij focust je alleen maar daarop, ja, dan kan je je voorstellen dat je bijvoorbeeld aan de rechterkant een enorme scala aan positiviteit en mooie dingen misloopt. Ja, maar ik kan me toch niet voorstellen dat als jij voor de 180.000ste keer zo vreselijk hebt gedroomd, dat je daar zelf voor kiest? In zekere zin wel. En natuurlijk is er een verschil tussen verantwoordelijk zijn en schuldig zijn. Hè? Dus laat ik even heel duidelijk zijn daar ook over. Dat je ergens voor kiest, betekent niet dat je het bewust kiest. Hè? Je kan niet kiezen, zo kiezen, om het zo maar te zeggen. Dus door ergens niet naar te kijken, kies je eigenlijk ook. Terwijl je eigenlijk het idee hebt van, nou, ik hou me er toch helemaal niet mee bezig, om het zo maar te zeggen. Maar dat je ervoor kiest, betekent niet dat je moedwillig jezelf aan het kwellen bent of zo. Het betekent wel dat er een les is die jij misschien nog mag leren.
Hè, misschien is het een uitnodiging, want ik denk dat het universum zo werkt. Want het nodigt je continu uit van, goh, kijk hier eens naar, kom hier eens eventjes je mee bezighouden. Op het moment dat jij iets heel naarstroomt, dan zou je kunnen kiezen om je te focussen op, jeetje, wat was dat naar, verschrikkelijk, ik wil dat nooit meer dromen. Maar je zou ook jezelf even kunnen kalmeren, want dat is natuurlijk heel erg noodzakelijk op het moment dat je van streek bent. Hè, laten we dat even vooropstellen. Jezelf even geruststellen, even weer liefhebben en zeggen, god, dat was inderdaad super naar. En vervolgens kan je jezelf wel de vraag stellen, goh, ja, zou ik misschien iets kunnen ontdekken van een thema of zo? Zit er misschien een boodschap in? Zou ik misschien op een andere manier kunnen reageren? Stel dat ik die droom nog een keer zou kunnen dromen. Ik zou hem van voor naar achteren opnieuw kunnen ontwerpen. Wat zou ik dan anders doen? En dat is een andere manier van omgaan met hele ogenschijnlijk nare ervaringen. Ja. Ja, oké. Okay. Dus ja, het is dus toch, hoe vervelend het ook is, verantwoordelijkheid nemen. Absoluut. En niet de vraag stellen, waarom overkomt mij dit? Maar de vraag stellen, wat kan ik hiervan leren? Juist. En waar kan ik toch ergens mijn pinknagel ertussen krijgen? Juist. Ja, en dat vergt wel wat inzet, wat investering. Wat, absoluut. Absoluut. Bereidwilligheid. En als je daartoe bereid bent, hoeveel geld, tijd en energie dat ook kost... Ja. Dan, en anders, als je daar niet toe bereid bent, dan is het waarschijnlijk het herhalen en over en over en over again hetzelfde filmpje zien. Want als het inderdaad, hè, je zei net van, nou ja, zij droomt dan over verkrachting. iemand kan jou verkrachten, zeg maar, en nu heb ik het niet over de werkelijkheid, hè, maar nu heb ik het echt over een droom, want in de werkelijkheid werkt het meestal anders. Maar in een droom zou je dan bijvoorbeeld jezelf eens kunnen uitnodigen van, goh, kan ik nou eens echt in mijn boosheid gaan staan? Wat nou als ik gewoon eens woedend word op die persoon die mij probeert te verkrachten? Wat zou er dan gebeuren? Hè, want het is iemand die ongelooflijk over jouw grens heen gaat. En heftig ook. En op een nare manier. Maar wat nou als jij er een halt aan toe probeert te roepen? Ik zeg niet dat er succes gegarandeerd is natuurlijk. Maar het zou een uitnodiging kunnen zijn, hè, om eens te gaan ontdekken, wat gebeurt er als ik boos word? En je weet nooit van tevoren hoe het afloopt. Dat is zo spannend aan het leven. En dat maakt het aan de ene kant ook wel weer erg leuk, maar ook wel weer erg eng natuurlijk. Maar je kan het allicht proberen. Ja, mooi. Ik vind wel dat je wel grappig zegt, dat boos worden, maar dat mag toch tegenwoordig helemaal niet meer. Volgens mij wordt dat ongeveer, als je twee bent, ik zie dat nu een beetje met mijn dochter, wordt dat er al, proberen we dat er al uit te rammen. Absoluut, want boos worden is heel vervelend voor degene tegen wie je boos wordt. Ja. Want die had namelijk andere plannen. Ja. En, ja, want jij hebt ervaring met dat please the seas, hè? Ja, helaas wel. Vertel eventjes, want ik kan me voorstellen dat jij, je zegt het natuurlijk daarom ook, ja. Maar dat boos worden, ja, ik vind het, ik ga daar echt op aan. Ja, ja. Nee, ik ben ook inderdaad opgevoed door ouders die echt ongelooflijk hun best hebben gedaan, maar die ook helaas geen ruimte konden bieden aan de emoties en daardoor dus ook de behoeften die ik eigenlijk aan het communiceren was als jong kind. Dus ik heb ook met de paplepel ingegoten gekregen inderdaad dat boos zijn echt not done is. Nou, dan ben je ook nog eens een meisje. Nou, en meisjes horen lief te zijn, weet je wel. Dus dan krijg je ook nog een soort van de maatschappij. En ook al, zeg maar, zijn we een soort van modern. Die normen en waarden zitten er nog steeds heel erg in, zeg maar op een sluimerend niveau. Dus je krijgt van alle kanten inderdaad eigenlijk een soort weerstand tegen boos worden. Terwijl boos worden aan zich, op het moment dat het begint op te komen, dan is het natuurlijk eigenlijk een signaal, hè, want je emoties zijn echt je richtingaanwijzers. En die emotie die vertelt eigenlijk aan jou van, hey, wacht even, er gebeurt nu iets waar ik het eigenlijk helemaal niet mee eens ben. Ik vind dat niet prettig. Nou, op het moment dat dat een beetje begint op te komen en jij uit dat, hè, dan is het eigenlijk een hele milde boosheid, is er niet zoveel aan de hand. Hè, en dan, bij wijze van spreken, als de andere persoon daar ruimte aan zou kunnen bieden, dan kan de boosheid ook gewoon weer opgelost worden. Hè, want dan kan je respectvol omgaan met zowel de wensen en verlangens van de ene partij als de andere partij. Stel nou dat je geleerd wordt inderdaad dat je dat moet inslikken. Nou, en dat heb ik helaas ook meegekregen. Dan betekent dat die boosheid niet verdwijnt. Maar die wordt gewoon opgebotteld. En je zou het kunnen zien als een soort ballon die je onder water probeert te houden. He, want het mag er niet zijn, dus stop het maar weg. Nou, en dan duw je het een beetje onder water. Maar de volgende keer gebeurt er nog zoiets waardoor iemand over je grens gaat. Probeer je nog harder weg te duwen. De ballon wordt groter.
Hè? En de volgende keer weer, en de volgende keer weer. Nou, en op een gegeven moment ben je gewoon een luchtballon onder water aan het houden. Ja, dat gaat gewoon niet. En dan spat hij een keer open. En dan krijg je woedeuitbarstingen. Daarvan kan ik me voorstellen dat een ander er problemen mee heeft. Maar eigenlijk is dat het probleem niet, maar het hele probleem ligt er al in dat jij eigenlijk hebt geleerd, ik mag mijn emoties niet uiten. En het gevolg daarvan kan dus zijn dat jij leert om die ballon onder water te houden door inderdaad mee te gaan in wat een ander wil en tegen jezelf onbewust te zeggen, nou wat jij wil is niet belangrijk, laten we daar maar niet over hebben. En dan ga je dus continu aan jezelf voorbij en dan kan je dus gaan pleasen als het te lang en te vaak voortkomt, zeg maar. En hoe groter die ballon, hoe groter het please-gedrag is, inderdaad. En dan ben je dus eigenlijk niet jezelf. Want er zit zoveel emotie eigenlijk in de weg, dat jouw authentieke, echte ik er gewoon eigenlijk helemaal niet meer mag zijn. Want dat is onbewust wat je dan tegen jezelf zegt. Oh, ik word boos. Oh, slik het maar in. Gaat supersnel. Wordt een geconditioneerde reactie. En dat kan inderdaad leiden tot heel erg veel problemen. Ja. En wellicht dus ook tot dromen misschien wel. Absoluut. Absoluut, ja. En het mooie aan emoties is dat ze ons vaak wijzen op iets wat tot dan toe nog onbewust is geweest. He, wat in jouw onderbewustzijn misschien wel geregistreerd wordt, maar wat nog niet echt op je netvlies is. He, dus je bent te veel bezig met naar links kijken en eigenlijk zit die emotie aan de rechterkant en die zegt op een gegeven moment, joe, kijk eens even deze kant op. En dat is niet leuk. Is vaak heel uitdagend. Want je wordt echt uitgedaagd om iets anders te doen dan je gewend bent. En soms is dat gewoon heel erg spannend. Ja. Je hebt het woord nu, je hebt het echt al super vaak gezegd. Voelen, 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 voelen. Maar ik zie bij jou ook dat je helemaal van je hoofd ben je naar je lijf gegaan. Ja, ja. Want ik zal het even als voorbeeld noemen. Ik heb jou uitgenodigd om na deze podcastshow mee te gaan trainen. Mm-hmm. En toen zaten we hier net en toen zei ik van, nou, we gaan straks trainen, hè? En toen zei jij, nou, dat weet ik nog even niet. Ik ga eerst even inchecken in mijn lijf en dan eventjes voelen van, inderdaad, wil ik dat nu ook echt? Precies. En vertel eens. Ja, nou ja, ik ben dus eigenlijk heel lang een wandelend hoofd geweest. Zo zou je het wel kunnen samenvatten. En tot aan het moment van het lezen van dat boek van Eckhart Tolle was dat echt hoe mijn zenuwstelsel heeft geprobeerd om te overleven. Nou, en dat klinkt misschien heel dramatisch, maar eigenlijk was het ook wel zo. Want aangezien mijn ouders vroeger helaas niet de vaardigheden hadden om dus adequaat te reageren op mijn emoties, op mijn behoeften, betekende dat dat ik eigenlijk continu de feedback kreeg van ja, het is hier niet echt helemaal de geschikte situatie om zeg maar voor jezelf te gaan opkomen en te vragen om wat je nodig hebt. Nou, en daardoor heb ik geleerd, dus ik heb gekozen om zeg maar dan te proberen om met mijn hoofd te gaan voorspellen en na te denken van oké, nou dit is de situatie en als ik nu dit soort dingen zeg, dan reageert mama daar eigenlijk niet zo goed op. Oké, nou dan kan ik beter dat soort dingen niet zeggen, maar oh, als ik dat soort dingen zeg, dan reageert ze wel. Nou, dan kan ik beter dat soort dingen doen. Dus mijn hoofd is uit een soort overlevingsreactie heel erg hyper alert geworden. Die is echt gaan scannen naar allerlei mogelijke zeg maar factoren om te kunnen voorspellen, oké, wanneer kan ik regelen dat ik wel krijg wat ik nodig heb en wanneer moet ik er eigenlijk zo ver mogelijk van wegblijven. Is het niet gewoon natuurlijk gedrag? Doet niet iedereen dit? Ben je niet als kind de hele tijd bezig? En dat is ook wat het ego is. Hè? Je gaat de hele tijd strategieën bedenken om maar lief, leuk en aardig gevonden te worden, zodat je maar geaccepteerd wordt in eerste plaats door je ouders. En in tweede plaats wordt dat steeds groter. Je ouders, de buren, de juf, de meester, de oppas. Zeker. Ik denk dat het van nature in iedereen zit. En dat is ook logisch, hè? Ja. Want wij zijn ook afhankelijk als baby's en als kinderen van onze omgeving. Precies. Om het te overleven. Dus het is niet per se erg. Nee. Het is ook niet per se schadelijk. Nee. Het is alleen, ja. Maar alleen wanneer je dus in een omgeving zit die echt niet adequaat reageert op wat je aangeeft, dan kan het tot problematische groottes worden ontwikkeld. Hè? Dus doordat als kind probeer je natuurlijk altijd om je zeg maar een soort beloning te krijgen van je ouders. Hè? Van dat je inderdaad gedrag vertoont wat zij fijn vinden om te zien. Maar in een goede ouder-kindrelatie is er een balans tussen wat de ouders graag willen zien en
een honorering van de oprechte individuele behoeften van het kind. Dus het is en-en. Ja, oké. Okay. Dus dat is dat onvoorwaardelijke, die onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dus dat ik de hele tijd aan mijn kind laat merken, ik hou van jou, ook al vertoon je gedrag waar ik het niet mee eens ben, waar ik niet achter sta, wat ik... Dat. Precies, inderdaad. Dus je focust je inderdaad op die twee dingen tegelijk. En ik hou van je, en wat je nu doet is niet wie je bent, maar ik ben het niet eens met wat je nu doet. En ik ben je ouder, dus ik schat in dat dit misschien wat gevaarlijk voor je kan zijn of te veel gegrepen. En dat inschattingsvermogen heb jij helaas nog niet, ook al zou je het wel willen. Hè? Twee is nee. Ik kan me voorstellen dat het uitdagend gaat worden voor je. Maar dan is er dus respect voor de autonomie van allebei. Zowel de ouder als het kind. Nou, in mijn geval helaas was er geen ruimte voor mijn autonomie. En dan leer je dus eigenlijk om jezelf weg te cijferen en om jezelf uit die rekensom te halen. Nou, en in dat geval nam mijn hoofd het dus over. Want op het moment dat ik daadwerkelijk zou gaan voelen wat ik nodig had, dan wekte dat een angstreactie op. Want ik wist... Ik had geleerd inmiddels van ja, in deze, ik krijg gewoon niet waar ik behoefte aan heb. Niet omdat mijn ouders kwade wil hadden, maar ze konden het gewoon zelf niet. Ze hadden het zelf ook niet geleerd. En dat betekent dus dat je als kind heel snel leert om te dissociëren. Zo noemen we dat dan in de psychologie. Dus dat betekent dat je eigenlijk uit je lichaam wegtrekt, hè, om maar niet te voelen hoeveel pijn je eigenlijk hebt. Hè. Dan hebben we het echt over emotionele pijn. Het is heel pijnlijk als de mensen die van jou zouden moeten houden, zeg maar, jou eigenlijk niet geven wat je nodig hebt. Ook heel eng, want ja, straks overleef je het inderdaad niet. Dus om daarvan weg te trekken, schiet je in je hoofd. En dan leer je dus inderdaad heel goed analyseren. En dan ga je dus allerlei denkfouten maken. Namelijk, ik kan voorspellen wat er gebeurt als ik dit soort dingen zeg en dat soort dingen doe. Nou, dat kan je natuurlijk eigenlijk nooit 100%. Maar dat is wel waar je dan je aan vast gaat houden. Dus je houvast wordt dan eigenlijk de gedachtepatronen en die voorspellende waarden in je hoofd. Nou, daar ben ik dus heel erg gewend aan geraakt. En dat werkt dus niet. Want het probleem daarmee is dat je dus niet alleen voorspellingen gaat doen over de toekomst die heel vaak niet blijken te kloppen, maar je staat ook niet meer in contact met je lichaam. En waar we net al over hadden met die voeding, eigenlijk het enige deel van jou wat echt altijd in het hier en nu is en wat ook echt altijd in het hier en nu kan aangeven wat er aan de hand is, middels emoties, sensaties en gevoelens, dat is je lichaam. En op het moment dat je daar dus niet mee in contact staat, dan mis je eigenlijk de enige echte houvast die echt in het hier en nu geaard is, om het zo maar te zeggen. En dan, ja, het klinkt een beetje raar, maar dan doe je maar wat. Dan doe je echt maar wat. Want je hebt geen idee of het echt klopt wat je doet. En zo heb ik mezelf ook heel lang gevoeld. Ja, ik deed wat die, denk ik, van me wou. En die had het daarover. En die dan dit en die dan. Dus je zoekt elke keer buiten jezelf naar die eikpunten, hè, die meningen, de visies, de regels. Ja, heel erg die bevestiging. Maar die enige bevestiging die je eigenlijk echt nodig hebt, dat is die van je eigen hart. Want je hart klopt altijd. Pun intended. Hè? Dus ik heb, wat ik al zei, hè, wat je in het begin al zei, van ja, dan ga je dus op een gegeven moment maar mee, bijvoorbeeld, drugs, nou, dat zal het allemaal zijn, want die hele groep die doet dat en die is er helemaal lyrisch over. Nou, en dat vond ik natuurlijk heel fijn, want dat verdoofde enorm. Hè? En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik de pijn die in mijn lichaam vastzat, al die ballonnen die ik maar onder water probeerde te houden, nou, die voelde ik al helemaal niet meer. En ik voelde alleen maar leuke, positieve, fijne emoties, weet je wel. Dat lijkt dus te helpen, maar dat helpt natuurlijk helemaal niet, want je breekt je lichaam helemaal af. En je gaat eigenlijk nog verder van jezelf wegstaan. Dus al die stappen die ik heb gezet in een poging om maar houvast te vinden in iets buiten mezelf, die leiden uiteindelijk tot die depressie, die angsten, al die negatieve ervaringen, die slaapproblemen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus hoe verder ik van mezelf af kwam te staan, ja, hoe verder ik eigenlijk in een of ander doolhof me bevond en de uitgang, ja, die kon ik daardoor niet vinden. En toen ben ik dus, door middel van al die boeken die ik ben gaan lezen en dergelijke, elke keer eigenlijk een stukje van de puzzel tegengekomen, waardoor ik steeds een stukje dichter naar mezelf durfde te gaan staan.
En in het begin vond ik dat heel eng hoor, want er zat natuurlijk heel veel emotie in mij. He, we hadden het net over die woede, dat als het zich opbouwt, dan wordt het echt een woedeuitbarsting, zeg maar. Terwijl het begint als kleine boosheid. Nou, dat had ik ook op het woedevlak, maar dat had ik voornamelijk op het verdriet. En ook zeker op de angst. Nou, dat is verschrikkelijk ingewikkeld als je zoveel emotie ervaart. En want neem ons eens mee, hoe los je zoiets op? Nou, er is natuurlijk niet één quick fix. Één ding vertellen wat heel erg helpt. Maar stel je voor, je hebt dit opgebouwd tot een jaar of 25. Ja. Hoe lang ben je dan bezig geweest om al die shit van die eerste 25 jaar... Ik was 27 overigens, toen ik voor het eerst in therapie kwam. En wat voor mij heel belangrijk was, en wat denk ik voor iedereen heel erg belangrijk is, omdat je zenuwstelsel daar heel erg op in is gesteld, is ik had een veilige basis nodig om naar binnen te durven gaan. En op het moment dat jouw zenuwstelsel, hè, je brein, je lichaam, alles eigenlijk, dat het idee heeft van nou, het is hier niet helemaal veilig, dan ga je dus spanning opbouwen. Hè, want dan moet je kunnen vechten of vluchten. En soms zelfs bevriezen. Nou, dus op het moment dat ik daarin zat, ja, dan kon ik eigenlijk niet echt naar binnen. Want ik voelde me alles soort op scherp staan en dan ging alles verkrampten. Dus ik moest eerst leren van ja, hoe krijg je dan dat gevoel terug in het hier en nu, van dat het hier wel even oké is. En niet meteen permanent, hè, want daar moet je dus inderdaad mee gaan trainen. Want ik kwam er dus achter van, jeetje, wat er eigenlijk is gebeurd vanaf mijn geboorte af aan, is dat ik ben getraind in gespannen zijn, op mijn hoede zijn, alert zijn. Dus ik moest mezelf eigenlijk gaan trainen in ontspannen zijn, me veilig voelen, chillen, rusten. En dat klinkt natuurlijk helemaal leuk en fijn en aardig. Maar mijn zenuwstelsel was natuurlijk al zo verkrampt, dat het wel best wel lang heeft geduurd voordat ik echt een beetje het idee had van, oh, oké, nu ben ik er weer een beetje. Nou, en dat heb ik dus gedaan onder andere door die elementen waar ik zelf dus ook in coach, hè, van mijn levenshuis. Voeding heeft daar een enorme mooie bijdrage aan geleverd. Hè, want je voelt je veilig in je lichaam op het moment dat je voeding eet die geen stressreactie creëert. Ja, dat was voor mij heel belangrijk. En dat was voor mij extra belangrijk, omdat ik al zo op spanning stond. Nou, en dan krijg je bijvoorbeeld beweging. Voor mij, zeg maar, op een meditatieve manier. Hè? Dus dingen als rustig joggen, yoga, weet je wel, echt gewoon de repetitieve bewegingen, herhalende bewegingen, tuinieren is het voor mij ook heel erg. Dat zorgt er ook voor dat jouw lichaam in een staat van rust en ontspanning komt. Hè? Weer zo'n prikkel die voor mij hielp. Nou, natuurlijk ook werken met een therapeut aan je gedachtenpatronen, hè, en de trauma's eigenlijk naar voren durven halen en durven verwerken. Ja, dat is ook weer zo'n element. Dus al die puzzelstukjes, die begon ik eigenlijk één voor één eigenlijk mee te oefenen. Laat ik het zo zeggen. En daar begon eigenlijk mijn training in kunnen ontspannen en me kunnen veilig voelen. Ja, het zit hem heel erg, dat hoor ik heel erg terug in dat veilig voelen. Hè? Mm-hmm, ja. Dat ook als ik gedrag vertoon waar misschien mijn omgeving het niet helemaal mee eens is, ook dan ben ik welkom, ook dan ben ik veilig, ja. Ook dan ben ik het waard. Precies. Ook dan, dat is zo belangrijk. Ja. Dat moet je toch een paar keer echt ervaren. Ik vind ook dat veganisme daar trouwens heel erg mee helpt. Ja. Want je gaat dan merken dat, oké, ze keuren je idee misschien niet van meet af aan goed. Mm-hmm. Maar je zult merken dat, hè, want ik denk dat de wereld een hele veilige plek is. Mm-hmm. Fijn. Dat ze uiteindelijk toch wel van je houden. Dat is wel, ja, dat veganisme traint je daarmee. Ja. Dat is hetzelfde met sporten. Ja. Dat als je gewoon kiest... Want als jij je eigen ruimte inneemt, geef je die ander eigenlijk ook zijn eigen ruimte. En zeker. Het is bevrijdend voor elkaar. Ja, absoluut. Ja, mooi. Ik zie daar staan slaap, stress, die hebben we ongeveer gehad. Voeding hebben we gehad. Beweging, mm-hmm. Zeg je ook mooi, die repetitieve beweging. Ja, mensen vragen wel eens, doe jij aan yoga of mediteer je? Nou, dan zeg ik nee, ik roei 12 kilometer of ik fiets 50 kilometer. Ja, hetzelfde, of ik ren 12 kilometer of wat dan ook. Precies. Het is echt, en ik vind echt, dan pak je 2 in 1. Mm-hmm. Je wordt net zo oncomfortabel als bijvoorbeeld lang in 1 positie zitten. Mm-hmm. Dus het is voor heel veel dingen, lijkt het op elkaar. Ik denk 99% overlap, er is alleen 1 verschil.
In beweging pak je ook nog even lekker je hart-longfunctie mee. Mm-hmm. Je houdt je spieren sterk en dat soort dingen. Zeker. Relaties, die hebben we nog niet gepakt. Ja. Uit jouw huis. Ja. Ja, veiligheid heeft heel veel te maken met relaties. Relaties hebben zo'n sterke invloed ook op je geluk, je welzijn, je gezondheid en dergelijke. En voor mij was dit echt wel de allermoeilijkste, maar daarmee ook wel de allerbelangrijkste sleutel, zeg maar. Omdat ik natuurlijk eigenlijk was opgevoed, zeg maar, in een omgeving waarin die relatie gewoon niet helemaal in evenwicht was. He, dus het was niet een en-en relatie. He, het was echt gericht op, nou ja, mijn ouders die maakten de, zeg maar, dat was wel belangrijk. Maar ik zelf, ja, ik kon daar gewoon mezelf niet in uiten. En heb je dan hele strenge ouders of hele angstige ouders? Of allebei, oh. Ja. Dus vaak zijn hele strenge ouders ook hele angstige ouders. En ik had een hele angstige vader, heb een hele angstige vader moet ik zeggen, ze leven allebei nog. En een vrij strenge autoritaire moeder inderdaad. Nou, en die twee elementen, dus dat betekent dat mijn vader heel vaak afwezig was. Hè, op het moment dat ik eigenlijk behoefte had aan steun of in elk geval een volwassen persoon die naast me kon staan. Hè, dus dat kon hij niet. En bij mijn moeder ging het heel erg om haar regels volgen. He, dus die vond het heel erg moeilijk. Die had zelf ook nooit geleerd van ja, hoe stem ik dan af met mijn kind? He, die was zelf ook heel autoritair opgevoed. Dus die, he, vaak hou je die stijl dan zelf ook aan. Dus ik leerde daarin van, oh, nou, als ik echt steun nodig heb, nou, dan kan ik het bij mijn vader helaas niet krijgen. Want die geeft gewoon niet thuis, zeg maar. Ja, en bij mijn moeder, als ze een goede dag heeft, misschien wel. Maar het zou ook maar zomaar kunnen zijn dat ze dan gaat zeggen van, nou nee, het moet zo, zus en zo. En dan wordt er alsnog niet naar mij gekeken, zeg maar. Dus mijn model van hoe relaties in elkaar zitten, hè, dat ontwikkelde ik vanuit die twee persoonlijkheden die eigenlijk mij aan alle kanten aangaven, nou, op ons hoef je niet te rekenen hoor. Je moet het allemaal zelf doen. En dat heeft mij heel angstig gemaakt. Hè, want als kind ben je dus afhankelijk van je ouders om het te overleven. Ja, ik kon niet met garantie zeggen dat ik het ging overleven. Onbewust dan. Hè? Dus mijn zenuwstelsel had constant het idee van, nou, ik weet het allemaal niet. Dus ik voelde me per definitie niet veilig in relaties. En in welke relatie dan ook. Hè? Dus in familiebanden, in vriendschappen, liefdesrelaties. Dus alles waarbij je iets dichter bij elkaar zou moeten zijn, zeg maar, en elkaar zou moeten kunnen steunen en kwetsbaar zou kunnen zijn, ja, dat was voor mij heel eng. En als je sterke relaties hebt, hè, bijvoorbeeld, ik kan aan jou ook echt horen en voelen aan je energie van, ja, jij bent gewoon veilig opgegroeid, hè, met het idee van, het is hier veilig, hè, wij steunen je als er iets aan de hand is, om het zo maar te zeggen, vanuit je ouders gezien, en ga maar exploreren, en we houden het wel in de gaten, ga maar lekker je ding doen. Dan creëer je een soort houding van vertrouwen, hè, van ik vertrouw erop dat ik me wel red. Dat het wel oké is. Misschien dat er hier en daar iets misgaat. Maar oké, daar dealen we dan wel mee. Wat ik heb geleerd daarentegen is heel bang zijn. En altijd er maar van uitgaan dat het mis zou gaan. En dat ik niemand had om op te steunen. Nou, je kan je voorstellen wat dat voor een invloed heeft op je relaties. Ik durfde mezelf niet te zijn. Want als ik mezelf zou zijn, dan zou ik moeten weergeven wat ik voelde en waar ik behoefte aan had. En ik had natuurlijk geconditioneerd gekregen van, nou, als je dat doet, dan is er niemand thuis. Of als je dat doet, nou, dan wordt er iemand boos en streng. Ja, en hoe want hè, dit is hoe... Eigenlijk wat jij zegt is dus dat het heel belangrijk is dat je in eerste plaats je vertrouwt op jezelf en op je eigen gevoel en op je eigen behoeftes en dat die er mogen zijn. Mm-hmm, ja. En de volgende stap wordt dat je dan gaat leren dat je... Ja, ook op die ander vertrouwt. Ja, ik zeg altijd, spiritualiteit is eigenlijk eerst in eerste plaats vertrouwen op jezelf, vertrouwen op de ander en vertrouwen op het grotere. Mm-hmm, en als je dat kunt, dan ben je een heel spiritueel persoon. Fantastisch, ja. Mensen denken altijd bij spiritualiteit dat je dan heel goed kunt mediteren en heel erg van wierook houdt en graag op sandalen loopt. Ja, volgens mij is spiritualiteit dat. Ja. Jezelf, de ander en het grotere. Precies. Als je daar vertrouwen in hebt... Ja, dan wordt het heel leuk. Juist, ja. En precies wat je nu doet, hè. Dan kom je ook in die staat van ontspanning. En op het moment dat je in die staat van ontspanning verkeert, hè, en je hebt inderdaad vertrouwen, dan ben je zowel in verbinding met jezelf,
Hè? En dan heb ik het over je bewustzijn zelf, maar ook echt je lichaam. Maar dan kan je dus ook heel goed in verbinding staan met alles om je heen. Of het nou mensen zijn of dieren, wij zijn ook dieren, de natuur, et cetera, et cetera. En dan ga je ook weer in je kracht staan. Ja, maar ik ben eventjes op zoek naar het punt van stel je voor, want ik denk dat heel veel mensen dat vandaag de dag niet meekrijgen van hun ouders. Mm-hmm. Alleen al, ze zitten non-stop op hun telefoon. Ja, helaas. Ja. Het valt mij echt wel... Nou ja, ja, het is heel bijzonder. Ja. Dus ze zijn op zich denk ik wel vaker dan ooit aanwezig. Mm-hmm. Maar of ze bereikbaar zijn, I don't know. Ja, en daar gaat het om. Hè? Dat je inderdaad emotioneel kan overbrengen op jouw kind. Hè? Van, ik ben er echt voor je. En alleen lichamelijk aanwezig zijn is niet voldoende. Hè? Je moet er met je aandacht bij zijn. En je moet ze dus ook inderdaad echt die boodschappen meegeven van, ik heb vertrouwen in jou. Dat jij je wel redt. En jij mag gaan ontdekken wat er gebeurt als je daarop gaat lopen. En ja, misschien glij je uit en bezeer je je knie, maar dat is geen ramp. En vooral dat, dat is natuurlijk de essentie van vertrouwen, hè? Van we redden het wel. Maakt niet uit wat er gebeurt. Ja. Ja, en dat, dat is een training. Ja, dat is training. Maar stel je voor, je krijgt het niet van je ouders mee. Nee, nee, dus moet je jezelf trainen. Ja, precies. En dan is het, waar begin je dan? Nou, letterlijk doen waar je bang voor bent. Letterlijk doen waar je bang voor bent. Het deel van ons brein wat die associaties maakt tussen, zeg maar, een bepaald persoon of een bepaald... Nou, laten we het over een relatie hebben. Hè? Van, nou, relaties, dat is een concept in je brein. Dat is op een gegeven moment zit dat ergens in je brein. De link die gelegd wordt met is dat veilig of onveilig, dat zit in een deel van jouw brein wat alleen maar kan ontwikkelen door ervaring. Je kan jezelf niet ontspannen praten. Je moet jezelf ontspannen krijgen door iets te doen. En angst is een vorm van spanning. Te veel spanning, te lang, te intens, et cetera. Dus om weer te kunnen ontspannen in relaties, zal je ze aan moeten gaan. Doen waar je bang voor bent. En dat is de essentie van moedig zijn, dapper zijn. Ja. He, niet dat je niet bang bent, maar dat je bang bent, dat je het erkent aan jezelf en dat je tegen jezelf zegt, ondanks dat we het spannend vinden, heb ik er toch wel ergens ook wel vertrouwen in dat we het kunnen. Ja. Ga het maar doen, probeer het maar. Ja. Ja. Ja, volle angst vooruit. Ja. En inderdaad, ik mag, ja, ik heb er heel veel blogs over geschreven, ik ga er helemaal op aanmerken, ik ook, maar inderdaad, de meeste mensen, die mogen het niet spannend vinden. Hè? Ja. Dus die zijn heel streng voor hun gevoelens en vervolgens mild voor hun gedrag. Mm-hmm. Ik zeg, winnaars die draaien het om. Die zijn heel mild voor de gevoelens. Ik mag dit spannend vinden. Ik mag zweet in mijn bilspleet hebben. Ik mag klotsende oksels hebben. Mijn stem mag 5 keer openslaan. Dat is allemaal normaal, want ik vind het gewoon heel spannend. Mm-hmm. Maar ik ga het toch doen. Ja. En dan een paar keer, dan moet je echt even een paar keer ervaren van... wow, ik heb het gewoon overleefd. Ja, zeker. En stiekem vond ik het best wel leuk. Ja. En, want er gaat echt een wereld voor me open. Absoluut. En als je dat een paar keer hebt gedaan, ja, dan, dan wordt het lachen. Ja, en de nuance die ik daarin aan wil brengen, is dat ik vermoed dat heel veel mensen dan het idee hebben, of in elk geval bij mij gaat dat dan meteen aan, weet je wel, van oh, dan moet ik meteen in het diepe springen. Maar zo werkt het ook weer niet. Hè? Dus je moet op zoek naar de uitdaging, die wel spannend genoeg is dat je de spanning echt wel voelt, maar die ook weer niet te spannend is. Hè, er is een soort raam van tolerantie van hoeveel stress jij aan kan voordat het echt zeg maar dat overlevingssysteem aankikt. En dan kom je dus weer in die vecht- of vluchtzone. Daarin kan je brein ook geen nieuwe dingen meer leren. Hè, dan neemt het dat niet op. Dus ga jezelf absoluut uitdagen, zeker. Maar ik zeg altijd, met een teentje over je rand van je comfortzone heen. Ja. Dus meer dan genoeg. Ja, meer dan genoeg. Gaan we terug, want hoe kwamen we hierop, dat ik jou vroeg, ga je mee sporten? Ja. En toen zei je, nee, ja, ik ga even voelen. Ja, precies. Terwijl ik denk, dat zei ik zo straks ook al, volgens mij moet het niet de vraag worden of je gaat sporten. Want dat sporten, ik denk dat dat redelijk vast moet staan. Anders krijg je de hele tijd discussie met je ego, wel niet, wel niet, wel niet. Mm-hmm. En ons reptiele brein is niet gemaakt om ons gelukkig of gezond te houden. Ons reptiele brein is gemaakt zodat wij overleven. Mm-hmm. En die zal de hele tijd met hele logische, goed klinkende argumenten tegen jou aanlullen om energie te besparen.
En dus om wel te eten en niet te bewegen. Dus ik zeg, je gaat altijd wel bewegen. Dus je gaat er wel naartoe. Mm-hmm. Alleen de intensiteit waar jij vervolgens mee gaat bewegen, dat ga je voelen. Ja. Want je bent geen robot. Dus we gaan niet iedere dag hetzelfde doen. Sowieso temporiseren. Mm-hmm. En jij had het over die mooie cirkel. Ja. Inspanning, ontspanning. Ja. Nou, ik denk als het iets is wat je van een topsporter kan leren. Hè, die doet niks anders dan inspannen, ontspannen. Ja. En wat doen nou de meeste mensen? Die zitten eigenlijk, vind ik, veel te lang op eenzelfde niveau van mm-hmm. rammen, rammen, rammen. Op een gegeven moment is het eigenlijk helemaal geen rammen meer. Het is ook helemaal niks meer. Maar het is maar eentonig, monotoon. Mm. Ja. Dus wel gaan. En dan ja, voelen van wat is het voor dag vandaag. Kan de beuk er even flink in. Ja. En ook zelfs dat denk ik dat je in het begin wel kaders voor moet hebben. Om ook te gaan ervaren van. Oh ja, ik kan inderdaad heel intensief sporten. Mm-hmm. En dan kan ik inderdaad de volgende dag ook gewoon echt bewegen zonder te belasten. Mm. Zodat ik in beweging weer kan herstellen. En dan ga je, hop, dan tap je in op dat. Op die cirkel eigenlijk. Ja. Ik moet hem even in jouw taal houden. Van inspannen, ontspannen. Maar goed, dat is mijn verhaal. Ja, en dat is niet mijn proces, zeg maar. Wat ik doe als ik zeg, ik wil even inchecken. Hè, ik wil even voelen of ik dat wel wil. Dan wil ik echt voelen. Laat ik het zo zeggen. Dan stel ik mezelf de vraag. Als ik nu zou gaan sporten. En ik stel vooral mijn lichaam die vraag. Hè, want voelen doe je niet met je hoofd, dat doe je met je lichaam. Dus als je aan je lichaam zeg maar even incheckt, dan vraag ik dus, als ik nou ga sporten, hè, ik zou nou met jou meegaan, voel ik dan duwkracht of voel ik dan trekkracht? En ik zal eens even uitleggen wat ik daarmee bedoel. Duwkracht betekent eigenlijk dat ik een soort van weerstand voel en dat ik het idee heb dat ik mezelf er naartoe moet duwen. Beetje log, beetje stug. Hè? Nou, en weerstand, ja, dat is eigenlijk helemaal niet fijn. En om jezelf dan zover te krijgen, ja, dat kost heel erg veel moeite. Trekkracht daarentegen, dat zou je ook kunnen vertalen als aantrekkingskracht. Verlangen, inderdaad. Ja, want ik merk al echt dat ik wil van deze stoel af. Ja, ja. Ik wil er naartoe. Ja, ja. Ik ben ook, ik weet niet wat we gaan doen, maar ja, ik wil er naartoe. Precies. Dus dan word je aangetrokken. Ja. Door hetgene waar je, zeg maar, naartoe wil gaan. Ja. En dat is veel lichter, dat is veel makkelijker. Ja. Dat voelt veel meer als, daar komt hij weer, willen. Ja. Terwijl die duwkracht, moeten. Dan zou ik eigenlijk tegen mezelf zeggen, ja, nou moet je wel. Ja. Nou, op het moment dat ik dat dus voel, dan moet ik heel erg bij mezelf te raden gaan. Ja. Van, waar komt dat idee nou vandaan dat ik moet? Ja. Betekent dat nou dat ik een bepaald oordeel over mezelf heb, bijvoorbeeld. Als je niet gaat sporten, dan. Ja. Je hebt het nou eenmaal gezegd, dus. Het zit al die overtuigingen en dat gekwek van het ego. Ja, dus ja, heel erg ego. Allemaal. Precies, inderdaad. Dan ga ik daar eigenlijk naar luisteren. En op het moment dat ik het idee heb van, nou weet je, al dat geklets, laat maar even. Laat ik gewoon eens even inchecken. En ik vraag mijn lichaam, heb ik er energie voor? Dan krijg ik meestal een zuiver antwoord. Nee. Hè? Want het gekwek. Dus geeft het me energie of kost het me energie? Juist, inderdaad. En natuurlijk, als je gaat sporten, dan kost het altijd wat energie. Maar als je het goed doet, dan krijg je er ook heel veel plezier van. En op het moment dat jouw energie, zeg maar, zo in balans is, dat het idee heeft van, die uitgifte, die heb ik wel over voor het plezier wat ik ervoor terugkrijg. Hè, dan zit daar balans in. En mijn lichaam kan veel beter aangeven of ik daar aan toe ben dan dat gekwek in mijn hoofd. Hè? Dus dat gekwek in mijn hoofd, dat moet ik eigenlijk zoveel mogelijk uitzetten. En dan is het gewoon eventjes inchecken inderdaad. Ja, maar ik kan me helemaal voorstellen dat ik overrompel jou daarmee. Hè? Want ik app jou letterlijk, denk ik, 1 minuut voordat je de auto instapt hier naartoe. Van neem even je sportspullen mee, gaan we even trainen samen. Ja. Ik kan me helemaal voorstellen, jij weet niet wat we gaan doen. Jij weet niet waar we naartoe gaan, jij weet niet. Want ik had dat ook wel vroeger als ik dan met die jongens ging fietsen. En met Dion Beukenboom heb ik dan veel gefietst. Nou, die heeft het werelduurrecord aangevallen. Als ik bij hem in zijn wiel zat, dan was dat echt altijd met het snot voor mijn ogen. En dan beet ik echt symbolisch in dit wiel en dan moest ik vasthouden en overleven. Dat kon ik alleen als we van tevoren af gingen spreken. Hoe lang we gingen fietsen en waar we dan van langs gingen fietsen. Ja, ja. Want dan kon ik bepalen
van oké, dat kan ik voor zo lang, dan moet ik het zo doseren. Dan daar zijn ze weer, hè, die kaders. Ja, de kaders. Ja, ja. Als hij ging zeggen, ja, ik weet even niet waar we langs gaan fietsen, je blijft maar gewoon in mijn wiel en als je over moet nemen, dan hoor je het wel. Dan vond ik dat lastig. Onvoorspelbaarheid. Heel onvoorspelbaar. Ja. En dan zat ik echt soms te janken in zijn wiel, want dan had ik bijvoorbeeld 's ochtends al heel hard getraind. En dan wist ik niet van, oh, hoe lang nog? En kan ik dit wel volhouden? En dan begon die stem echt flink te kletsen. Precies, ja. Dus ik kan me ook voorstellen, in jouw geval, dat ik veel te weinig informatie heb gegeven. Dat het gewoon te spannend, te onbekend, te... En dus vroeg ik daarnaar. En dit is dus verantwoordelijkheid nemen. Want jij bent niet verantwoordelijk voor het geven van al die informatie. Maar jij weet niet wat er in mij gebeurt. Op het moment dat ik daadwerkelijk registreer, want ik voelde het inderdaad hoor, een beetje van, oh jee. En ik vroeg het ook aan je, goh, wat ben je allemaal van plan dan? Hè? Dan neem ik dus de verantwoordelijkheid door eigenlijk ervoor te zorgen dat die kaders duidelijk worden. Want inderdaad, onvoorspelbaarheid is echt een signaal voor jouw zenuwstelsel om te zeggen, oeh, dat kan zomaar betekenen dat we opgegeten worden. En daar is die onveiligheid weer. En dan krijg je dus weer stress en spanning. En dan kan ik me voorstellen dat het voelt, hè, lichamelijk gezien, als een soort weerstand. Ja. Hè, dus is het wel nuttig om in eerste instantie inderdaad op zoek te gaan naar, oké, wat zegt het gekwetter in mijn hoofd dan nu? Want voor hetzelfde geld kom je erachter, en daar kwam ik inderdaad achter, van ja, ik heb te weinig informatie om te kunnen inschatten, hè, door te voelen, of ik daar wel aan toe ben. En door meer informatie te verzamelen, hè, door de kaders eigenlijk helder te krijgen van stel dat ik hier ja op zeg, wat gaat er dan ongeveer gebeuren? Hè, of wat is ongeveer het plan? Kan ik beter inchecken met mezelf en oprecht voelen heb ik daar energie voor? Want dan voel ik niet de angst van ik weet te weinig, maar dan kan ik daadwerkelijk voelen, heb ik hier zin in? Zou ik hier plezier in hebben? Wil ik die energieuitwisseling doen inderdaad? Dus het is heel erg belangrijk, daarom zeg ik het ook, hè, die emoties zijn echt je richtingaanwijzers. Ja. Als jij ergens bang voor bent, ga luisteren naar je angst. Dat betekent niet dat je angst aan het stuur moet zitten. Nee. Hè? Jij blijft aan het stuur, maar je gaat wel luisteren, goh, wat loop je nou eigenlijk in mijn oor te tetteren? Ja, want ik merk dus dat ik bewust heel vaak mensen gewoon heel weinig informatie ga geven. Om ze ook de ervaring te geven van, doe nou maar gewoon eens even een keer. Ga maar eens eventjes in dat diepe. Ik ga je natuurlijk niet laten verzuipen. Nee, hè? Zeker niet. En ervaar ook maar eens van, als je in plaats van de hele tijd uit dat controle reptiele brein vasthouden, bang voor verandering, als je eens even een keer verschuift van, weet je wat, ik ga gewoon eens een keer vanuit vertrouwen komen. Ja. Het vertrouwen dat ik echt niet in het diepe word gegooid, of een 2 uur lang in een ijsbad moet zitten, of direct een marathon moet lopen. Weet je, dat ik heb het idee dat dat ook heel goed is voor je vertrouwen. Zeker. Maar de meeste mensen zijn gewend om zich daar eigenlijk niet op te focussen. Hè, dus dan krijgen we weer dat links-rechts kijkverhaal. Op het moment dat mensen gewend zijn naar links te kijken, en jij geeft zo weinig informatie, en links is de angstkant, zeg maar. Dan is het veel moeilijker om daadwerkelijk open te staan voor die nieuwe ervaring. Oké, dus ik moet dan echt gaan toelichten, ik doe dit met deze en deze reden. Dus ik geef jou bewust heel weinig informatie, eigenlijk om te oefenen en te trainen, om wat vaker vanuit ontspanning en vertrouwen te komen. Precies. En om jou te laten ervaren dat we dan dingen buiten onze comfortzone gaan doen die misschien ook wel heel erg leuk zijn. En vooral die kernboodschap, hè? Want je had het net bij toen we het hadden over opvoeding, had je het daar ook al zo mooi over, van dat de kernboodschap moet zijn, hè, van, of het nou vanuit een ouder naar een kind is, of vanuit een trainer naar een trainee, of vrienden onder elkaar, weet je wel. De kernboodschap moet altijd zijn, je kan op mij bouwen. En als ik merk dat jij het niet meer trekt, dan ga ik het checken bij jou, en dan mag jij het aangeven. Oh ja, en maakt niet uit wat je aangeeft, het is allemaal oké. Ja, dus ik hou al onvoorwaardelijk van jou, of je nou meegaat of niet. Juist. Ik zou het alleen wel heel leuk vinden, want ik gun jou ook, hè, want ik had gehoord, ik heb al een tijdje niet gesport. Ja. Dus dan gun ik jou die ervaring van letterlijk en figuurlijk weer in beweging komen. Juist, ja. En dan wordt het leuk, want dan staan allebei de neuzen dezelfde kant op. Ja. Hè, dus dan weet ik wat jouw intentie is. He, jouw intentie is mij lekker meenemen en mij absoluut niet laten stikken. En ik kan niet ruiken wat jouw intentie is.
Weet je, daar moeten we over communiceren. Ja. Hè? En ik ben verantwoordelijk om te communiceren over mijn emoties. En ik kan er dus ook naar vragen. Hè? Dus als ik verantwoordelijkheid zou nemen daarvoor en ik zou het echt gewoon echt heel erg angstig vinden. Nou, dan zou ik het gesprek wel met jou aan moeten gaan van nou, ik merk gewoon dat ik hier helemaal op spaak loop. Ik heb wat meer nodig van je. Ja. Nou was dat gelukkig niet zo. Maar als jij iemand wil helpen met in zijn of haar vertrouwen komen, hè, om dat meer te trainen, dan zal je ze ook boodschappen mee moeten geven waaruit blijkt dat ze ook echt op jou kunnen vertrouwen. Ja, maar ja. Je kan dus dan ook echt letterlijk even vragen van, wat doet dit met je? Ja. Of merk je dat je meer informatie nodig hebt? Ja, hè, want dat inchecken, ja. Dat is iets wat ja, dat wordt je gewoon nergens geleerd, bij wijze van spreken. En als je geluk hebt, dan heb je ouders of een omgeving die het aan je meegeven. Maar niet iedereen heeft dat geluk. Hè? Dus inderdaad heel erg nadruk leggen op, keer even naar binnen. Luister even naar wat er in je lijf gebeurt. Trekken of duwen. Luister even wat er in je hoofd allemaal voor gekwek komt. En ga dan op zoek, niet naar de doemscenario's, maar naar, goh, heb ik misschien nog iets nodig? Hè, om hier een leuke ervaring van te maken. Ja. Ja. Mooi. Leuk. We gaan hem afronden. Helemaal goed. Want de training trekt heel erg aan mij. Ik wil daar heel graag naartoe. Voor jou heel erg bedankt. Heel erg gaaf dat je geluisterd hebt. En je hebt zelfs misschien wel gekeken. Vind je dit gaaf? Deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. En dan zoeken naar de knop doneren. Zodat we dit werk voort kunnen zetten. En dan zou ik zeggen, dankjewel en tot de volgende keer. Doei! Top! Yes! Leuk! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde? Ga dan naar jannekevandermeulen.nl/boeken.